Zo, goedenavond, daar zijn we weer. Gezellig zondagavond, we zijn weer live. Ik heb geen idee of er nog collega's mee gaan rijden vanavond in een konvooitje. Ik heb het wel in onze konvooiagenda gezet, dus ik zie wel wie er vanavond komt. We hebben een rit van 1131 kilometer klaarstaan in de server. En ik ga het ook eventjes naar ons Discord café kanaal. Dan ben ik daar in ieder geval al stand-by en ik zie vanzelf wel of er iemand aanwezig komt. Ik koppel deze trailer even los. Want dan kan ik even met mijn auto naar de garage. Dan moet ik even kijken waar ik heen moet. Even kijken. Hoor, die zit vlakbij, dus dat is geen probleem. Ik moet even wat aan mijn autootje nog aanpassen. Heb ik nog wel even de tijd voor. Ik ga hem gelijk even inrijden. Zo, even wat anders dan de vliegmachine die we vandaag van Creta naar Engeland hebben gevlogen. Airbus. Allemaal goed gegaan. Lange vlucht. Ruim 4 uur. Vandaar dat mijn vorige stream nogal vrij lang was. Dan zou je wel denken van nou is die er alweer, maar dat is er even voor een andere bezigheid. Repareren, laten we dat eerst maar even doen. Even een beetje een paar dingetjes aanpassen. Ik was er nog niet helemaal klaar mee gisteren. Dus. Kijk, dan gaan we dat allemaal eens even netjes aanpassen. Hoppakee. Even een paar lampjes erop. Even kijken. Dat zijn de zwaarlampjes.
uit Chrome. Nee, doen we die zetten. En die. Die erop. Die erop. Even een beetje pimpen. Een beetje opfleuren. Zo. Ik ben altijd bescheiden met die... Ach ja, maak het uit. Maak er wat moois van. Dat is mooi. Dat is mooi. Wat een chique idee. Mooi man. Geel onder. Gespoten. Zetten we die daaronder. Mochten we nog een keer zwart transport rijden. Dan doen we dat. Zo lekker gegeten vanavond. Gebakken aardappeltjes, kippenpootjes. Heerlijk. Die bumper die had ik. Spatlappen heb ik er ook op. Die koplampen heb ik goed. Hoofdspiegels gespoten met led. Ja. Okidoki. Achterkant hoef ik verder niks te veranderen. Raamversiering. Volvo. Zijstripje erop. Die vind ik wel mooi. Gespoten wielkappen. Zijkeurts. Kijk, kijk. Nou wordt die mooi. Zijkant geleiders. Wat hebben we hier nog? Die of die. Die zetten we erop. Is wat strakker. Die hebben we ook. Oh, een vlaggetje heb ik er nog niet op. Dat is altijd standaard bij Richard. Een vlag. Is niet zo moeilijk, toch? Er staat wind in de garage. Hoofdspiegels. Die hadden we al. Ja. Oké dan. Ik vind hem mooi zo. Nog even aan de binnenkant kijken. Gordijntjes. Ja, blauw is mooier dan het. We gaan voor blauw. Een lichtstuurtje doen. Luchtverfrisser. Kan ook nooit geen kwaad. Ja, oké. Even een dekentje. Kussentje. Nou, ik vind het wel mooi. Mijn auto is klaar. Daar hoeft niks. Even kijken. Michelin vlaggetje. Ah ja. Doe eens gek.
Met een legende. Nou, ik vind het mooi, want ik moet nog geld verdienen. Zo, dan gaan we weer terug naar Carrefour. Is hier de nooduitgang? Hoe laat wou je vertrekken? Ja, dat maakt mij niet uit. Ik heb mijn truc klaargemaakt. Amsterdam, Carrefour, 7:30 beginnen of zo. Maakt mij niet uit. Zit al in het café in Discord, dus. Ik wacht netjes op het terrein op jullie, gezellig. Voor degene die meerijdt. Ik ga mijn aanhangertje weer even aankoppelen.
Ja. Keurig hoor, wat kan die jongen dat, hè? Druivenkaldi, dames en heren, geef hem daverend applaus. Kijk toch eens even, in één keer zet hij hem er heel keurig naast. Ook zo'n topperchauffeur, hè? Absoluut. Druivenkaldi. Ook een van de streamers van onze VTC. Van Gent en Loos. Geef het door aan je vrienden, vriendinnen, ooms, tantes, opa's, oma's, iedereen die moet even op Twitch komen kijken. Gezellig. Goedenavond, collega. Goedenavond, collega. Hey, wat deed je hem er weer mooi naast zetten. Ja, Ik zei al, daarvoor het applaus voor Druivenkaldi. Ja, ik heb niet gehoord of ze nog meer meededen, maar... Ja, ook eerlijk gezegd geen idee. Nee. Ik had al tegen Ben gezegd vanmiddag tijdens het vliegen ging hij eruit. Die ging even van het zonnetje genieten. Ik zeg, nou, ik weet ook niet wat ik vanavond doe. Als ik online ben, dan zie je het vanzelf. Joh, ik zal wel kijken. Ik zag Ben net wel in de dinges zitten, in de Discord. Oh. Maar die is Flight Simulator aan het doen. Oké. Okay. Dus ja. Ja, ik ben inmiddels al geland hoor. Mooi ja, lang. Ja, anders was je niet hier. Nee, iets ruim van 4 uur vliegtijd. Vanaf Kreta natuurlijk. Ik blijf het alleen wel raar vinden dat jij een... Ik weet niet wat voor kenteken het is, maar... Even kijken hoor. Iets van een Pools kenteken of zo lijkt het wel wat je hebt. Terwijl ja. Jij op je truck, terwijl... Ik heb Nederland. Kijk, en jij hebt een Australische of een Oostenrijkse. Ja. Zie je? Maar bij mij in mijn scherm heb ik een Nederlandse en jij een Australische. Ja, wat typisch is dat? Dat nummer wat er bij mij op staat. Ja. Dat 479 PP. Ja. Dat staat er bij jou op in mijn scherm. Ja, typisch is dat. Ja. En jij, en dan heb jij 59 B... BPF1. Nee, ik heb 27 VGL7. Oh nee, ik dacht even dat jij dan mijn nummer had. Ja, dat is wel apart, ja. Want 27, dat is mijn geboortedatum 27-7, hè? Oh. 27 juli. Die heb je even in je kenteken gezet. Nou, ik had daar eerst 27 EVK. 7 in staan, ja. Maar dat heb ik later dus veranderd naar 27 VGL van Gent en Loos. Oké, juist. Dus ja, nou ja, ik moet maar even kijken of er nog iemand komt zo. Ja. Dus even naar die trailer dealer eens even kijken. Want... Ja, ik heb gewoon dezelfde rit gekozen als jij. Ja. Maar ik heb hem met mijn eigen trailer heb ik hem gedaan. Vind ik toch wat gewoon om in zijn eigen kleur te rijden. Ja. Ja, dat is wel zo leuk eigenlijk. Ik rij eigenlijk alleen maar in een andere kleur als ik een trailer erachter heb hangen waar bijvoorbeeld hout op ligt of een trein of dat soort dingen, weet je wel. Ja. Kan ik dat nog veranderen nu? Nee, want je hebt de rit al aangenomen. Maar dat kan niet. Ik kan hem wel even opslaan. Maar dat komt later wel, hè. Paar kisten eronder. Wat een chic idee. Of een achterbandje even extra. Hoppata. Spatlappie is ook nooit verkeerd. Ik heb toch even de tijd. Zo. Tudum. Ah, daar is Ben. Je bent trucken, Ben. Ja, we willen graag op tijd zijn. Richard was er vroeg bij. Ik denk al die keer ben ik vroeg. Nou, kom maar eens een keer later. Nou, ja, maakt toch niet uit. Ik ben er ook net pas in hoor, Ben. Heb ik nog een rit klaarstaan? Ja. Richard en ik staan allebei al bij het bedrijf. Carrefour, Amsterdam. Druk erop. Alleen ik sta daar wel met mijn eigen trailer. Richard met een Carrefour trailer erachter.
Oh, ja, oké. Het leuke is dat je maar één kant op gaat, met wat maakt niet uit. Ik rijd toch... Als je alleen met je trekker gaat, heb je soms toch wel eens een hele andere ritten. Ja, alleen ik ga niet op Twitch. Dat doet Richard maar lekker, die is hier de expert. En ik heb ook geen zin om op Twitch te gaan nu, want het is bloedheet in mijn woning en ik zit hier zo zonder shirt en alles. En, dat maakt het toch niet uit. Ik zweet mijn eigen balletjes, weet je. Dat moet ook niet. Dan heb ik geen zin om voor een camera te gaan zitten. Mensen die me graag willen horen, die horen me nu ook. Ja. Zo is het. Geen balletjes hebben hoor. Nee, alsjeblieft. Geen balletjes op tv. We gaan gebruik plastic rijden. We gaan meedoen aan het milieu. Alweer, vinden wij ook wel. Ja. Even kijken. Dat was één rit, maar dat was bijna 3000 kilometer. Ik denk, ja, dat wordt me ook te gek. Ja. Nou ja, je kan... Als het goed is, kan je nog steeds een rit aanmaken met Spedator natuurlijk. En als jij die rit aanmaakt, dan kunnen wij hem ook allemaal pakken. Hoe dan? Maar dat werkt nog wel. Alleen ik weet niet of Spedator op 1.41 werkt al. Oh, dat weet ik ook niet. Als iemand Spedator een rit maakt, konden we dat toch nooit aannemen. Moesten we toch altijd zeg maar, afkijken wat die in de convoylist zetten. Ja, oké, maar hier zo kan je natuurlijk dezelfde rit pakken als degene die de rit aanmaakt. Ja. Kunnen we bij een volgend convoy wel eens proberen. Ik ga wel eens even informeren bij wat mensen die ik ken of ze Spedator 1.41 of dat werkt. En dan maak ik een rit aan op de server met Spedator. En dan kunnen jullie kijken of ik dezelfde rit kan pakken als mij. Niet via Spedator dan, maar via mijn serverkanaal. Hallo, ja. Wat ik nu via Richard heb gedaan. Ja, nee, ik snap dus... hem. Ja, ik snap hem. Want die heeft ook het wachtwoord omgegooid en zo, dus... Ja, tijdelijk toch? Oh, had ik dit niet aangepast nog? Nee, maar maakt niet uit. Oh, je wist het nog. Ja, ik wist het nog. Het staat overal in je scherm. Ja, die blijft staan natuurlijk. Totdat ik weer naar jou... Ja, oké. Okay. Slordig om, Richard. Ja, sorry. Nou, ik zal de volgende convoy wel doen. En dan probeer ik of dat via Spedator werkt. Ja. Moet eens even kijken of dat... Even kijken, want ik ben aan het laaien. En Richard? Ja? Het verbaast me wel enorm dat jij toch wel... paar mooie Michelin banden onder je vrachtwagen hebt zitten, maar dat je geen Michelin poppetjes op je grill hebt hangen. Ja, dat is jammer. Bovenop het dak. Nou, dan moet ik nog even naar de garage terug. Nee joh, laat zitten man. Maar als jij dat wil, dan rij ik er direct naartoe. Het is om de hoek. Nee, waarom zou ik dat willen? Bij ons mag je rijden waar je mee wil. Ja. Al rij je met Iveco en doe je er een Viking op. Jij weet, maar jij hebt ook Michelin banden. Je hebt ook geen Michelin. Oh, je hebt ze op het dak staan, zie ik. Ik heb ze op het dak staan, ja. Ja, waarom heb ik dat dan niet? Ja, weet ik veel. Kijk, dat is nou weer lullig. Ik kan even naar de garage rijden, zit om de hoek. Deelnemen. Het wachtwoord was de Brabander, hè? Ja, de Brabander. Ja. De Limburger met een lange L. Limburg. Kijk, daar zie ik Ben voorbij vliegen. Nee, daar komt hij aan. Ja. Ja. Oh, ja, we zitten vlak bij Schiphol natuurlijk. Ja, hij verdwijnt ineens in de wolken. Nee, is van de radar verdwenen. Kijk nou. Even kijken. Oh, je toeter doet het ook zonder motorraam. Als je maar power hebt. Ja. Wist niet dat hij dat deed. Neem opdracht aan. We hebben wel ongeveer dezelfde truck zoals Ries nu. Jawel hè. Ja, ik had hem even een beetje aangekleed, want hij was nog zo kil. Ja, dat had ik gezien. Maar het enige wat ik wel anders heb, dat is die zonnewering. Die zou ik wel even veranderen. Maar... En ik heb achterin heb ik dat Raven logo hebben gehangen. Ja, die jongens waren wat dichter. Oh, je hebt die vlam bij de deur en ik heb die strakke. Ja, verschil moet er wel wezen. Ja. Ik ga nog even naar de garage. Ik heb geen zonnewering op mijn vrachtwagen zitten. Ja, je zit hier om de hoek dus. Ik kan er nog even heen rijden.
Moet je alleen je trailer even laten staan. Wat is dit nou weer? Waarom zit hij nou bestuur weer niet? Gloeiende Ben. Nu stekker eruit gehaald. Nee. Je hebt gevlogen dus. Heb je de landing nog gezien? Nee. Waar is 4 uur verder, geloof ik? Ik heb tot avondeten heb ik alleen maar lopen klooien met één U-lamp. Hoi, je trailer is gejat. Even kijken hoor. Ja, stom is dat, hè? Eén keer is die weg. Ik heb hem laten staan, mijn trailer. Je moet hem niet naast mij parkeren, Ben, want dan sta je in de trailer van... Bjorn komt er ook in. Nou, dan zijn we toch alweer met 4. Gezellie. Zo, hallo. Wat gezellie. Ja, ik heb meteen drie punten schade. Hoe komt dat dan? Hoe komt dat dan? Ik denk je kan wel door elkaar heen rijden in... Ja, dat ligt aan degene die dat heeft ingesteld, hè? Dus weer strafpunten. Oh. Ja, dat is voor Richard. Wat? Ja, weer strafpunten. Wat is er dan? Nou, ik kan niet door Ben heen rijden in het garagegebied. Ik heb daar niks aan veranderd. Die stonden net zoals vorige week. Die stonden net zoals vorige week. Nou moet ik wachten totdat Ben klaar is met zijn truck in... Nou, ik ga er wel even uit, want ik heb nog steeds gestuurd. Maar verandert hij die instellingen dan steeds? Nee. Want ik doe daar verder niks aan veranderen. Nou, maar je moet even goed kijken, want je hebt hoeveel geloof ik maar 1 of 2 vinkjes aan te doen. Nou, ik weet niet wat er in de hand is, maar... Kan ik dat nou nog zien dan? Er werkt geen 1 knop, helemaal niks. Inrit botsingvrij gebied. Ik ga eruit. Zie je? Ja, maar dat moet aan of uit vinken. Nee, die staat gewoon aan. Inrit. Ja, en die moet dus uit. Ja, maar als er staat inrit botsingvrij. Ja? Dan kun je gewoon door elkaar heen, toch? Ik ga er even uit, joh. Want vorige keer konden we gewoon door elkaar heen, dus ik heb daar helemaal niks aan veranderd. Dat heb ik gewoon laten staan. Ja, maar ik knal wel bovenop Ben. Ja. Dus dat kan dus niet. Ja, dan ben buiten het terrein, of? Nee, in die sleutel van het garage. Ja, daar klapte ik op Ben. Bij de dealer. We komen hier altijd uit bij een dealer. Daar is wel botsen, ja. 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 Ja, dat had je moeten uitschakelen. Maar jullie staan bij die DAF, denk ik. Ja, bij de DAF-dealer. Ja, dat is aan de overkant. Ik zie in één keer dat pand. Ja, ik hoop dat hij nou wel bestuurd ziet. Ik wist ook niet hoe je die tekst in je navigatie kon krijgen, maar dat is F9, zie ik. Weet ik dat ook weer. Wat is dit nou weer? Mis onder controles. Je bent niet goed bij je hoofd. Voor het dikke man. Je zou altijd wat, hè, met die computers. Ja, nee. Ja, als ik gevlogen heb, zoals vandaag, dan sluit ik het hele systeem af, de computers uit. Ja, ja. En dan haal ik die 2 stekkertjes er weer uit de hub. En dan plaats ik mijn stuur weer. Ja, maar gaspedaal, alles, even kijken. Ja. Stuurhuis, nee, ik snap het niet hoor. Ik snap het niet. Oké, okay, ik ga even mijn computer helemaal resetten. Ja. Kom met Joe terug als het lukt. Ja, is goed. Tot zo. Yo. Ja, je moet wel een stuur hebben om te kunnen rijden. Anders wordt het niks. Nee. Dan wordt het helemaal niks. Maar dat geeft niet. We hebben nog wel een paar pauzemuziekjes. Thank you.
Ja hoor, we zijn er weer. Ja. Welkom bij Richard de Hollander. Nee, de Brabander. Oh, de Brabander. Ik kan je eigen beter noemen als Richard de Slowe, de Langzaam. Ik ben even in het kassahokje gekropen van de kermis. Praten die ook op de slot? Komt door die echo. Deze nog. Hebben we natuurlijk deze nog. Moet de burgemeester van Wezel. Jo. Waarom zit Bjorn niet in Discord? Geen idee. Want dat is ook een vereiste. Ja. Misschien wel via het bakkie even vragen aan hem. Wie te melden Discord? Hallo. Nou, Slomen. Richard de Slomen. Als je dat weer niet, hoor, maar stuur. Kan dat nou, man? Geen. Ik ga er niet alles weer instellen. Dan zoek het maar uit. Even elkaar. Ja, hebben we er alweer truckere collega's bij op het terrein? Nee, nog niet. Nog even geduld, dames en heren, jongens en meisjes. U ziet op de achtergrond Amsterdam. Ja, de stream van vanmorgen was iets van 5,5 uur. Ja, ik doe dat niet meer hoor, zo lang. Ik heb geen flikker te doen. Komt Henk ook weer aan als nieuwe volger? Ja, daar ken je ook een onderlul van. Ik weet niet waarom je dat steeds doet, Henk. Of je klikt iedere keer als je erin komt dat hartje eruit. Maar je moet gewoon dat hartje laten staan en dan volg je één keer. Want ik word helemaal gek van die mailtjes. Elke keer als jij opnieuw gaat volgen, dan krijg ik een mail binnen. Mijn hele mailbox is helemaal alleen maar Henk. Nieuwe volger Henk. Ja, dat kan niet doen. Ja, zo kom je wel aan 200 volgers. Maar daar even rekening mee houdt, Henk. Je moet niet dat hartje wegklikken en ontvolgen en dan opnieuw volgen. Want als je eenmaal volger bent, dan ben je volger en dan blijf je gewoon. En als je er niks aan vindt, dan ontvolg je pas. Dat. Ik kom dus. Zo weer terug. Ik snap er geen reden. Ik ga het nog één keer proberen. Ja, maar de mensen die zien sowieso dat jij een volger bent. Want je staat gewoon in mijn archief als volger. Wie hebben we daar? Oh, Drijver Kaldi is weer terug. Nou, nu zonder treden en hoppa. Hans Klok. En hij zit er weer aan. Ik had weer een vliegtuig omhoog. Hij doet het. Ja, kom maar. Rij hem maar naar binnen hoor, kom maar. Even op visite bij Richard. Duut. Die intro van vanavond was leuk. Welk intro bedoel je, Henk?
Ik weet niet welke intro je bedoelt. Nou, ik ga nog een bak koffie pakken. Vanochtend? Ik weet niet wat je bedoelt, Henk. Een trucke startfilmpje. Ja, die gebruik ik elke keer aan het begin van mijn stream. Ik weet niet of je die bedoelt, maar sta ik nou te piepen of heb er een ze achteruit aangelaten? Lukt het, Ben? Nou, oh, je komt er net weer in. Ja. Ja, je was even aan het... Ik wou zeggen, als het nou niet lukt, dan gaan jullie maar rijden, hoor, want dan weet ik niet meer waar het in zit. Nee, oké. Okay. Je snapt het niet. Je start het altijd op zoals het altijd hoort. En dan zegt hij van je hebt geen stuur. Nee, oké. Okay. Oh, jij bedoelde dat filmpje van vanmorgen met vliegen, Henk. Nou, begrijp ik het. Ik kan hem je nog wel even een keer laten zien, hoor, als je dat leuk vindt. Speciaal op verzoek. Multiplayer, ja. Nou, er staat geen mods aangevinkt. Dus wat hij dan loopt te zeiken van... Dat was hem. Ja, dus af en toe dan bij een stream doe ik even een ander filmpje ervoor en ertussen en erop en eraan. Promootje van Vrentelo zo af en toe tussendoor, die hebben we ook nog. Voor de kijkers die niet op de hoogte zijn en die toch een leuke VTC willen en als chauffeur bij willen zijn. Het kan allemaal. Ja. Zet maar in de chat, wie heeft nog nooit de promo van VTC van Renteloos gezien? Die weer hoor. Niet allemaal tegelijk. Zorg dat ze directeur zijn. Is je stuur er weer uit dan, Ben? Nou, dat zegt hij, ja. Ik heb gewoon spanning, alles erop. Hey, en hij geeft hem ook aan, Logitech. Oh, ik wou net zeggen, heb je wel... En opnieuw dat stekketje er een keer in uit. Ja, heb ik ook al gedaan. Ja. En je hebt geen signaal in je truck? Vanaf je stuur? Nee, ik kan niet sturen, nee. Wat gek. Ja. Want hij zegt gewoon dat hij het niet en, doet. En als je Eurotruck even een keer opnieuw doet? Ja, dat doet toch elke keer. Ik heb ja, en computer bij... Computer opnieuw opgestart. Ja, en staat er bij je instelling van Eurotruck misschien iets verkeerd. Want dat heb ik ook wel eens gehad. Ja, maar hij geeft hem gewoon aan. Als ik naar besturing ga... Ja. Er staat bovenin, staat, mijn stuur. Ja. Alleen, hij zegt toetsenbord plus ontbreekt Logitech. Hij zit er gewoon in. Ik weet niet wat die gasten lullen. Wat raar. Ja, vind ik ook. Ja, wat typisch eigenlijk. Dan gaat hij, nou, daarom erin, dan gaat hij weer rondjes draaien. Ja. Zou je zeggen van, dat moet er goed wezen. Ja. Dan krijg je een stuuras. Joy ontbreekt. Nou, ja. Ja, Tom, goedenavond. Alles goed met ons, hoor. Alleen Ben die is even aan het knijen, want die krijgt geen verbinding met zijn stuur. Ja, maar dat is toch raar. Had je al gekeken bij je Eurotruck-instelling? Ja, daar zit ik nu te kijken. En dan zegt hij, joystick ontbreekt. Stuuras, joy ontbreekt. Ja. Ja, nou, ja, dat werd toch uitgeluld. Besturing, doet hij ook niet. En probeer eens... Ik weet niet of je makkelijk bij dat stekkertje kan, dan even een keer opnieuw... Ja. Want dat kan net een... Hoor, misschien hoor je het. Pingpong. Ja, cool. Pingpong en dan gaat het bestuur draaien. Dat doet hij wel. Ja. Ja, daar pakt de Eurotruck hem niet op. Ja, nou ja. Wat gek. Die heb ik ook al 10 keer opnieuw opgestart.
Ja, want ik heb dat toen laatst ook een keer gehad. Dat ik gevlogen had en terug naar Eurotruck ging naar die... Ja, maar ik heb speciale hub gekocht met drukschakelaars. Ja. Dus als je klaar bent met vliegen en het programma is afgesloten... Ja. Dan sluit ik ook mijn commando of mijn hardware van de flight sim uit. Ja. En dan zegt hij ontbreekt. Ja, want ik moest hier dan ook weer terug naar die instellingen, weet je wel. Ja. En dan moest ik hem hier weer even opnieuw activeren, want dat werkte dan ook niet. Kijk, als ik nou stuur, ja. Zie je, dan doet hij het. Ja. Maar dat heb ik ook al een paar keer gehad, dan pakt hij mijn stuur niet op. Nee, nou, deed ik dit even opnieuw, want dat was ook met mijn gas wel eens, dat hij bleef hangen. Kijk, nou is het allemaal goed. Mijn rem. Ja. Mijn rem. Ja, oh, die zit hoor. Hij geeft ook foutmelding aan met opstarten. Nou, dat kan helemaal niet. Nee. Dat gaan we. Wel gek. Ik start hem eerst even op als gewoon zonder server. Ja. Kijken of je dame stuur dan wel ziet. Is toch typisch. Ja, is het. Ja, het is altijd, hè. Het is altijd wat. Meer voor een konvooi gaat dat er iets niet werkte. Ja, daar hebben we er weer een, hoor. Wanna become famous by followers. No thanks. Ja, ik zag hem al. Oh, lekker wegdrukken. Ja, dat gaan we eens eventjes... Kan je dat soort meldingen niet blokkeren, Richard? Moet ik even kijken, het kan wel. Even kijken hoe dat... Ja, ja, ja. Zo. Bjorn draait wel mee. Ja, ik weet niet, hij... Geen idee. Oh, dat jullie zeiden van, Bjorn komt er ook in. Nou, hij is er bijna. Ik start hem eerst nog even gewoon op, kijken wat hij doet. Nee hoor, hetzelfde. Detecteer. Nou, ik weet het niet meer hoor. Ik weet niet wat er aan de hand is. Opties. Drijving, stuur. Joy ontbreekt. Nou, ik kan ook niks aandrukken. Pedalen reageren ook niet. Eind. Joy ontbreekt. Niet aanwezig. Nee, dat snap ik ook. Zo. Ik heb er even een melding van gemaakt. Tut. Joy ontbreekt. Stuur as. Ik weet niet wat er aan de hand is, jongens. Echt niet. Dus ga maar rijden. Want dit kan nog wel een half uur duren. Ik ga gewoon helemaal niks doen. En hij zegt gewoon dat hij in opstellingen... Mis onder controllers, onderstaande game controllers. Nou, dan zegt hij Logitech G-Hub G29, Driving Force, ja. Racing Wheel. Ja, maar dat is toch raar? Detecteer. Dat is toch gek? Ja, ja. Vanavond in elk geval niet, Henk. Ik zei net al, ik ga niet op Twitch. Ik zit hier met ontbloot bovenlijf en het is bloed en bloedheet in mijn woonkamer. Ik zweet maar, hij gaat pittig. Ja. Dus dan heb ik geen zin om achter de cam te gaan zitten. En Richard die streamt ook. Dus dan kan je ook met Ries meekijken. Ik zeg al, als mensen mijn stem willen horen, dan kunnen ze bij Ries meekijken. Nu, die is toch de expert streamer. Hij heeft me vandaag al 5,5 uur gezien, dus. Hij wou overschakelen naar jou. Ja... trouwens Henk, dat introotje, ik dacht dat je dat filmpje bedoelde, maar dat is een oude opname geweest die ik samen in Amsterdam in een echte Boeing 737 gedaan heb. Dat is een eerdere opname die wij ons toegestuurd hebben gekregen.
En ik vond het wel leuk. En het is een deelmontage van die vlucht die we gedaan hebben toen. Dus dat was een echte opname in een 737-800 Boeing. Dat was even een beetje een starter voordat ik mijn vlucht ging beginnen vanaf Kreta naar Heathrow. Van daar. Yo! Ja, ik heb jouw stream de hele tijd laten draaien, Ries, terwijl ik uit me was gewoon. En ondertussen had ik er muziek hier aan staan, dus... Ja. Nou, Eurotruck. Boemerton. Dat is de laatste keer, hoor. Echt. Kennen we die jongens, Boemerton? Want die wil het wachtwoord weten. Ja, die zit bij ons in de Discord. Oh, Boemerton. Maar ik zie hem nou ook in de Discord staan, maar ik kan hem niet horen. Discord, je hebt geen geluid. Nee, omdat we in kantine zitten of kantine? Nee, maar dat maakt niet uit. Nou, niet iedereen kan daar komen, hoor. Ja, maar hij wel. In het café, dan moet je in de multiplayer zitten. Want hij zegt wel wat, dan wordt hij wel groen, maar ik hoor hem niet. Hij zit al in het café, want ik zie hem hier ook links aan mijn scherm bovenin staan. Maar hij spreekt als iets zijn naam wil kleuren, maar ik hoor hem niet. Hey, boe. Ik kijk erbij... Kiekeboe. Video. Kiekeboe. Maar dan moet je op zijn naam klikken, geloof ik. Ja, even kieken hoor. Ja, maar als hij in Discord de instellingen zijn camera en zijn video niet heeft geselecteerd, dan wordt het moeilijk. Nee. Nou, ik hou het, ik weet niet wat het is. Ik heb hem nou in een andere poort gezet, in een hoofdpoort. En hij zegt gewoon... Ik krijg lekker het Lazarus. Dat is toch typisch? Ja, ik weet niet wat er gebeurd is. Zet je scherm eens aan, of kan je hem erbij zetten? Even je beeld? Dat kan. Ook krijg ik in één keer Erik in beeld. Schrik me dood. Nou, dankjewel. Nee hoor, grapje. Oh, hij gaat weer laaien. Moet ik even wachten? Oh, ja, nu kan het. Altap. Tut. Hij zou niet live komen. Zie ik hem nog? Hey, daar. Bekijk stream. Weg is die. Jammer hoor, wordt het net zo knappe kerel. Hallo? Stream net Hallo? Gestart, kom erbij. Hallo? 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 Ja, ja. Ik hoor wel wat, maar heel zachtjes. Zit je op de wc? Nee. Zo klinkt het. Hey, ik zit nou achter mijn computer, man. Heel ver klink je weg. Heel een beetje dof geluid. Ja. Had je vorige keer ook volgens mij. Ja, oké. Okay. Ik zit met... Hij staat op de gang of zo. Nou, hebben we dat... Google. Ja, jij kwam uit België, toch? Ja, wij moeten ook een beetje wennen aan jouw uitspraak. Die is net even iets anders dan ons. Daar heb ik af en toe ondertiteling bij nodig, denk ik. En waar staat eigenlijk Boemerton voor? Dat is eigenlijk mijn achternaam. Oh. Ja, maar dan zal het wel Tom Boemen zijn. Ja. Dat is eigenlijk Beumen. Wow. Beumen. Ja, wij lezen dat als kiekeboe. Ja, dat is hetzelfde als met die andere gast, Richard, met die Hans Beum. Je schrijft bom, maar je zegt beum. Ja, ja. Ja. Moet ik met mijn cursor gaan sturen? Nou, dat verdom ik. Met je muis? Mooi. Nee, met mijn cursor. Maar ik snap niet dat jij met dat sturen helemaal niks doet nu. Nee. Nou ja, ik heb hem nu verplaatst, maar dat heb ik met de hand gedaan. Ja, wil je even naar je instellingen gaan, Ben? Kunnen we even misschien mee... Ja, maar wacht even, want ik zit weer... Wacht even, instellingen... Ik haal je even hier voor mijn neus heen, hoor, anders... Nou, zegt hij helemaal niks. Nee, ga eens naar beneden. Type besturing staat... Hij ziet nou helemaal niks. Hij ziet... Nee, je snapt niet wat ik bedoel. Scroll eens naar beneden met die. Nou heb je alleen toetsenbord bovenaan staan. Ja. Ik ben al hier naar beneden. Ja, en hoe heet dat stuur van je?
V29. Maar dat ziet hij nou dus helemaal niet meer. Sturen met de muis? Nee. Sturen met de muis inclusief pedalen? Nee. En die gamepad 1 dan? Nee, dat is mijn... Die onderste? Dat is je controle. Oh, dat is je controle. En bij type besturing daar? Ja, die staat hier... Snelle configuratie voor gamepad of stuur. Kan je die ook aanklikken, die de regel die erboven zit? Die ja? Kijk. Nou ja, even naar besturing. Ja, maar dat helpt allemaal niet. Oh. Want, of ja, of misschien nog wel. Draai nu eens met je stuur. Ja, dat ben ik aan het doen. En dan reageert hij niet, dus dat, hij pakt hem niet. En dan verder met acceleratie, dat is dan mijn gas. Ja. En dan ben ik mijn muis kwijt. Jongen, wat een gezuim, man. Ga maar rijden, ik los dit wel een keer. Nee, even kijken, want misschien is het een kleinigheidje. Misschien is het een kleinigheidje. Nou, het is geen kleinigheidje. Nou, dat weet je niet. Ik ben al vanaf 7:15 bezig. Zet hem eens op terug, even linksonder. Wacht even, ik heb hem even teruggezet, want... Je moet gaan werken zoals het eerst ook werkte. En als dan... Ja, ik heb die dingetjes ook een paar keer gehad, hoor, met de omschakelen van de cockpit vliegen naar Eurotruck. Ja, maar ik ben mijn muis ook kwijt. Dus. Want dan moest ik toch ook stoppen, dan bestuur het niet, hè? Ja, maar ik ben mijn muis ook kwijt, dus ik kan niks meer doen. Oh. Ja. Ja, wacht even. Control tab. Of alt tab, bedoel ik. Ja. Maar dan zie ik... Dat is het nadeel als je in Eurotruck zit en met je muis hem ook. Ja, nou heb je hem weer. En nou is hij weg. Dus hij. Nou. Ja, zo heel typisch dit. Afsluiten. Ja, nou is hij weg. Nou, ga naar Eurotruck. Dat ik altijd doe. Stuur let je brand gewoon. Ja, dan heb je wel een signaal op je computer. Want je computer geeft hem ook aan. Ja. Dat kan weer een bugje zijn of iets. Net ook niet hoor. Net zag je hem ook niet. Nou, laat hem even doorlaaien deze keer. Bevestiging. Oké. Je wel een knappe foto bij je profiel. Ja, mooi hè. Ja, dat wel. Kijk, hij ziet hem niet meer. Weet niet wat er gebeurd is. Hier moet staan wat je hebt. Controle. Hij ziet hem niet. En als je eerst je profiel ingaat, Ben. Kijk, naar mijn profiel, wacht even. Hij draait gewoon rondjes. Profiel. Dus als je gewoon klikt op doorgaan met spel. En dan kijk naar je opties. Ja, dat is toch vreemd dat hij dan zijn stuur niet heeft. Ziet hij hier je stuur wel dan? Nee, ook niet. Kijk maar, als hij naar rijden gaat. Dan moet hij me verleugenaar maar uitmaken. Maar... Nee, maar dat kan je bij je instellingen zien. Nee, ik zie het nu al. Ik kan ook met de voetpedalen mijn gas niet, wel met mijn toetsenbord. Kan ik met de motor starten. Ja, maar hij pakt verder niks. Je pedalen niet en je stuur niet. Nee. Wat raar. En als je naar opties gaat dan vanuit hier? Ja, dan ben ik weer mijn muis kwijt, hè. Wat een gezeik. Opties. Besturing. Nee, alleen toetsenbord, zegt hij. Alleen toetsenbord en sturen met de muis. Toetsenbord sturen met de muis, inclusief pedalen. Toetsenbord controller. En toetsenbord plus X input gamepad 1. Ja. En staat er daaronder nog iets? En als je naar input assistent gaat?
Ja, dat heb ik ook al gedaan. Dat heb ik ook al gedaan. Dat begint. Ja, maar hij moet hem bovenin zien. Want deze kan ik al niet eens meer aantikken. Nee, maar in input assistent dan? Zit hij nou toch in? Nee, daar rechtsonder, die ja. Besturing. Kijk, dan gaat hier al. Als je zit nou aan mijn stuur te draaien. Ja, maar druk eens op Joy X as. En, ja, en nu sturen. Niks. Ik geloof. Wacht even, want ik ga nou van wat anders doen. Want even een moment. Jo erbij aan de hand. Pom, pom, pom. Pom, 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 pom. Dan kan je zien wat ik aan het doen ben. We gaan zo rijden hoor mensen. We zijn nog even met een stuurtje installatie bezig. Kijk. Ik kan doen wat ik doen wil. Nee, hij dan doet het. Nee. Van een moer. Gek joh. En dan ben ik weer mijn muis kwijt. Dat is ook al een slecht teken. Niet te geloven man. Zo doet hij het wel. Het blijven rare dingen computers. Ja, nou ik ga jullie lekker rijden. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, ja. Ja, ik snap dit ook niet. Want je hebt nou twee keer Eurotruck opgestart, je computer opnieuw gedaan. Het is een klein dingetje, je moet een nieuwe PC kopen, maar het is een klein dingetje. Nieuwe PC kopen? Nee, ja, je doet niet wel mijn muis. Nee, er is gewoon iets wat niet jovel is, maar ik weet niet wat. Afsluiten. Dat gaat niet, wat net zeggen. Hoe vaak doe jij je computer defragmenteren, Ben? Regelmatig. Maar ja. Ik doe het eigenlijk niet met een SSD-kaart. Ik doe het standaard één keer per maand sowieso. Ja, maar dat is niet goed, hè? Als je een SSD-kaart. Nee, die heb ik niet. Nou. Ik heb er twee, dus ik hoef hem niet te defragmenteren. Nee. Waarom? Ik doe het één keer per maand automatisch. Ja, maar dat geintje ook al een keer gehad, want als ik nu die stekkers van de Flight Simulator er allemaal in laat zitten in die hub, blokkeert dat met die Eurotruck. Dus die haal ik er nu standaard al uit en dan gaat dat goed. Ja. Maar als jij, even kijken, in je computer naar apparaten kijkt. Ja, dat wil ik gaan doen, ja. Dan kijken we daar nog even, want misschien dat er... Tom, waar ga jij nou heen dan? Helemaal linksonder, Ben. Ja. En dan krijg je daar dat wieltje. Onderaan, links. Dan heb je je aan-uit knop en daarboven. Ja, instelling. Wij staan bij Carrefour, hè, Tom. Aan de andere kant. Apparaten, ja. En dan gewoon de printers, even kijken, muis, Bluetooth en andere apparaten. Nee. Luidsprekers, ja. En er gebeurt ook niks als ik hem nog naar gooi. En wat staat er bij USB, helemaal onderaan, links? Problemen met waarschuwing verbinden met USB. USB stuurprogramma's bijwerken. Ja, kijk maar even wat hij zegt. Ja, maar ja. Nee, dat is niet. Nee. Oh, maar wacht eens even. Schiet me even wat er binnen. Kuttekop. Even kijken. Ja, dat is je Logitech programma. Ja, misschien staat die uit. Ja, dat schiet me nou. Dat is bij mij ook. Als die uit is, dan werkt die feed... Ja, maar je ziet, hier staat hij ook al moeilijk over te doen. Ja. Dat zijn eigenlijk stuurprogramma's, zeg maar, voor je... Ja. Voor je drive en alles. Maar je ziet, ook dat doet hij niet. Nou ja, moet er wel erg lang over nadenken. Ja, nee, dat is te lang dit. Dat klopt niet. Ja, dat is wel heel raar. Ja.
Ja, nou ja, er is misschien wel wat verpest. Maar je hebt dan niks bijzonders gedaan? Nee, nou ja, niks bijzonders gedaan. Even kijken, doet hij het in een ander... in een ander programma wel, of ook niet? Snowrunner? Oh, kijk, dat weer. Wat even updaten. Een update van de duur. Ja. Nou, dat is allemaal niet. Komt die al in. Ja, dan check je of je daar je stuur hebt. Ja. Als die daar ook niet doet, dan... Ja. Dan wil je eens even verder kijken. Nee, dan moet ik gewoon het stuur opnieuw installeren. Hey Tom. Ja? Volgens mij heb jij niet de juiste rit, hè? Ik kan niet vatten dat jullie niet neem. Jawel. Nee. Ja, dat kan maar, wel. Ik zet nog maar een level 4. Ja, maar als je deze rit die je nu doet even cancelt... Ik ben benieuwd wat hij doet, Ben. Ja. Ja. En als je dan nu... kan jij op mijn scherm meekijken, Tom? Ik moet lange afstand nummer 5 hebben. Ik ken nog geen enkele lange afstand gedaan. Lief garage. Even eruit. Nee, dat kan niet. Ja, maar dit is niet zo'n enorme lange afstand. Escape menu. Maar je had net continu, of niet? Steringwiel. Tom. Ja? Kan jij niet hierboven klikken bij Van Gent en Loos en dan op Richard zijn naam en dan zeggen view and take the same job? Ja, maar... Er staat een rode uitroepteken dat die vrachtenkut niet kan nemen. Dat is raar. Als jij inlogt en je hebt die bovenste regel, daar staat de rit van Richard de Hollander. Ik zie hier verder ook geen gekkigheid, Ben. Nee, nou draait het bestuur ook heel licht. Ik kan niet meer in. Want die is niet de... Nee, dan is je Logitech software eruit. Dan is dat het probleem, denk ik. Want als ik die niet ingeschakeld heb bij mij, dan werkt mijn stuur niet. Net wat je zegt, dan stuurt hij te licht. Ik heb er normaal geen last van. Weet je wat je anders eens een keer moet doen, Tom? Tom? Ja? Moet je eventjes een keertje op de Steam Workshop, moet je even een keertje een XP booster downloaden. Ik moet gewoon mijn eerste mijn lange afstand en daar ook die lange afstand ook voor kortjes gebruikt en bij mij zijn er ook nog geen enkel klokken gebruikt. En dan gaat het naast dat bestuur weer vast. Ik ga gewoon even... Boe! Muton. Ja? Nee, ik zei boe. Tom. Ik kan niet anders kunnen dan... Ja, ik heb je even... Tom, ik heb je even berichtje gestuurd. PB. Nee. Als je deze even downloadt op de Steam Workshop... Hij doet het. En je doet één ritje. Ja? Dan krijg je genoeg XP en geld. En dan heb je alle XP vol. Dan kan je voortaan gewoon meerijden. Hij doet het, Ries. Wat gek is dat wat hij nou gedaan heeft? Dat Logitech programma. Ja. Ik heb dit spel gewoon weer opgestart. Doggy zit wel in Discord. Ja?
Rij je mee of? Nou, ik probeer mijn spel te staan, maar wij hebben een probleem. En wat voor probleem? Die komt er niet in. In de... Nou, mijn computer staat op de hakkentakken. Hakkentakken? Windows. Moet die al slingeren? Hij moet zijn PC al slingeren, jongens. Dat is even nieuw. Dat hij te hakken takken? Ja, update. Hey. Typisch. Wacht even, er staat nog iets niet goed. Maar ik ken al meer. Ik heb Drukke Ben alweer op de parkeerplaats staan gelopen, of niet? Nou, ik sta bij de... Oh nee, nee, bij de garage. Die, bij de garage. Maar ik ken al meer, maar als ik gas geef, kan ik schakelen. Als ik hierheen moet slepen vanaf de garage, moet je even roepen, hè? Maar dan doe ik even de trailer loskoppelen. Ik ga nou mijn zetje maar... van. Hey, wacht maar even. Oh. Hier, schade 1. Nou, is lekker dat dan. Een automaat of zo? Ja, hij staat automaat, want als ik rem, gaat hij achteruit. Nou, oh, daar staat er niet helemaal jovel, nee. Nee. Kijk, het warm. Hè? Zo, man, hou op, schaai uit, man. Ik sleep me helemaal picheltjes hier zo. Ik heb het hier heerlijk aangenaam. Ja, heb jij een airconditioning of zo daar staan? Nee. Nee, ik ook niet. Groot raam hier links openstaan. Ja, het is bij mij ook 29 graden. Aan de andere kant heb ik bij de dakkapellen heb ik de ramen open. Ja, ik heb de voordeur openstaan. De buitendeur aan de voorkant heb ik openstaan. Ja. Twee ventilators aan. En eentje aan het plafond en eentje mini-ventilatortje van mijn computer. Zeg maar, die op de USB-stick gaat. Ja, en nog warm. En ik heb het nog bloedheet, maar het is bij mij ook 29 graden binnen. En ik heb nu ook de afzuiger aanstaan hier zo. Buiten bij mij is het 22 graden, binnen is 20 graden. 20 is normaal kamertemperatuur. Ja. Ja, maar ik zeg, ik heb nou ook de afzuiger aanstaan. Dus warme lucht binnen die wordt afgezogen. En koude lucht komt nu van buiten aan de voorkant waar de zon niet staat. Ja. En dan heb ik ook de gordijnen dicht zitten aan de kant waar de zon staat. Ja, dus... Attentie mensen van Vergenteloos over en sluit. God, dikke me zeg, nou 3 kwartier etteren. Hallo? Hallo? Kanaal 18, kanaal 18 over. Nee, dat hoor ik niet. Ah, daar is Ben. Even kijken, wordt het achteruit en dan ook, of niet? Oh, we staan weer in de verkeerde versnellingsmode. Oh man, dan krijg ik dat gezaag weer. 11. 7, 9. Even wachten hoor, het zit weer achteruit. Het is ook iedere keer water, hè? Oh ja, dat klopt. Splitter. Ik doe wel bereik. Even kijken hoor. Eerste versnelling. Achteruitpook. Het is indrukken. 2 van 10. 1 is. Ja. 2 is. Even cancelen, even nog. Nou, druk maar even wat in dan, want dit is de tweede versnelling, zegt hij. Oké, dan wordt dit de eerste versnelling. 12, 13, dan wordt dit 14 gaan worden. Even kijken, 14, vierde versnelling. Wordt 15.
50. Hé, maar Richard. Ja? Zie jij nou wel in mijn truck ook het Raven-logo zitten? Of zie jij dat niet? Moet ik even kijken. Het is donker. Ja, juist daarom. Achter bedoel je? Nee, aan de binnenkant van mijn truck. Maar ik zag hem al. Oh, daar zo. Nee, binnenkant truck. Ja, Raven. Of Raven, ja. Wat staat er? Ja, kijk, Raven. Ik zal hem even inzoomen. Zie je hem? Ja, ik zie hem. Nee, maar ik weet niet of jij die download namelijk ook hebt. Van Raven. Nee. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik met... Je kan hier zo dus wel iemand anders zijn kleuren en download zien. Ja. Ondanks dat je hem zelf niet hebt. En bij multiplayer was het altijd zo dat als ik Ravenwielen, want ik heb ook Ravenwielen eronder zitten. Ja. Dan zag je alleen maar dat grijze met DLC staan, hè. Oh. Je weet dan nog wel dat als je een kronentrailer erachter had hangen, terwijl iemand anders die meerijdt de kronen niet heeft, dat er dan op die hele trailer stond kronen DLC of zo. Ja. Nou, en dat is niet meer in deze multiplayer. Oh. Want anders had jij mijn wiel doppen niet gezien. Nee, die zie ik nou wel, kijk. Ja, want die velgen zijn ook van Raven van mij. Ja. Lukt die, Ben? Nou, ja, ik hang eraan. En stuurt en alle lampen doen het? Ja. Even één moment. Want ik wil Twitch erbij hebben en Erik. Boemeton die kwam zo terug, zet hij in de chat. Ja, okay. Ik ga zo meteen terugkomen. Richard, ja, we gaan zo rijden hoor. Ja. Want anders... Erik even volgen in Discord. Ik begon ineens te rollen. Zo. Ja, ik zag het. Ik denk die gaat er vandoor. Oké. Maar Björn is er, zie ik er ook aankomen. Die staat wel op de kaart. Oh. Ja, je staat bij de garage. Nou, dan mag ik even ruimte. Even wachten. Maar nou stuurt hij weer. Ja. Ja, dat is die snowrunner. Ja. En toen ging mijn stuur opeens heel licht. Dat is gek, hè. Oh. Nou, vanavond ga ik wel voorop. Ja. Richard dendert er wel weer achteraan. Nou, in ieder geval staat niet netjes. Maar Björn kan erbij als hij komt. Zo eerst. Bezwaar lig je zo. Even convoy, wij hadden al in Parijs kunnen zitten. Ja, is de tour al binnen? Maar, ja hoor, daar hebben we Dobby. Ja, nou gaan alle toeters een bel af. Björn komt eraan. Stel het je beloten. Nee. Ik ben al een uur aan het streamen terwijl je daar staat. Breekie. Hoorde jij mij niet? Er is wat? Ja, hallo. Ik heb wel het speakertje in het scherm, dus hij moet het doen. Jij moet dan over mijn box komen, dat hoor ik heel zachtjes. Ik hoor wel je rotje piep. Zeg nog eens wat. Ja, rotje piep. Hallo? Hallo? Rotje piep. Hallo? Ik hoor je bijna niet over die dingen. We eens even kijken naar de bakje. Dat kan kloppen. Maar ik vind het bakje ook helemaal niet belangrijk. Maar oké, het is af en toe wel eens leuk. CB radio. Maar hij gaat via mijn webcam. Hallo. Ja. Nou, dat hoor je wel. Ja, hij blijft ook openstaan. Nou, dat vind ik ook heel bijzonder. Ja. Nou jongens, zijn we er dan klaar voor? Ik ben er klaar voor. Zeker weten. Rijden met die handel.
nog aan. Heb Joran al geladen? Ja. Bjorn als tweede, achter Erik en Ben voor mij, ik als laatst. Ja. Maar dan gaan we wel 3 beter afstellen. Ik hou wel 3 beter afstand. Heel verstandig. Andere afstand ook nog over. Maar dat geeft hij ook gas. Kan niet wegkomen Bjorn, want je staat in zijn achteruit. Ja, je moet rijden. Ja, hij stond in zijn achteruit, want ik hoorde een piep. Ja, karremoor. Ja, ik wou zeggen, komen jullie nou? Want ik ga bij de volgende kruising. Ja, er stond er hier een in zijn achteruit die vooruit kwam. Ik zei, je moet hem in zijn vooruit plaatsen. Oh, jezus. Ja, waar rij je weer? Moet nog een checkie nou, draaien. Wat een gezeik. Wat heb je nou dan? Ja, nou heb ik weer haast geen versnellingen. Kan je niet even op automaat zetten? Ja, dan moet ik voor naar een technisch punt. Hè. Ik ga niet harder als, als 40. Wordt een lange rit. Ja, daarom. Ik geloof het wel, jongens. Het schijnt gewoon niet te mogen. Maar er moet hier toch wel een... even kijken hoor. In Amsterdam. Ik ga wel terug. Ik ga terug naar, naar een reparatiepunt. Gaan jullie maar rijden. Nou, je kan dat niet zo in de game doen. Nee. Nee, oké. Okay. Dan heb je schijnbaar een verkeerde versnellingsbak of zo. Je moet een andere versnellingsbak hebben. Bij de pomp bent. Ja, maar je mag ook doorrijden hoor. Ik bij de benzine. Ik heb het Jero, dus ik ga niet adres als 38 kilometer. Nou, ik rij wel even door rood ook. Moeten we dan even bij de pomp wachten? Ja, nou ja, doe dat dan maar even. Ja, die paar minuten maakt nou ook niet meer uit. Nee. Nee, maar ik vind het gewoon hoogst irritant. Ja, nou ja, die dingen gebeuren ja. Hoor. Snel in die bak, even kijken. 12 versnellingen naar de klop gereden. Ik neem wel gewoon een 6 versnellingen bak. Motor omhoog, ja dat is heel goed, dus daar ga ik het niet aan leggen. Dan hoop ik dat het goed is, en anders is het in een andere instelling, maar dat kan ik dan wel onderweg doen. Nou. Wat nou weer? Waar ligt hij dan? Dat gaat niet goed. Ik schaam mezelf. Even kijken, jongens. Hier de poort uit. Ja, ik merk al dat ik meer power heb in mijn tweede versnelling. Want dan rijd ik op 40. Kijk. In mijn 2. Ja. En in mijn 3 zit ik al aan de 60. Ja, dit is goed. Ik heb 6 versnellingen. Ik zit nu al in mijn 4e versnelling al aan de 80 kilometer. Oh. Daarom. Even kijken. Ik heb alleen niet alle verlichting aanstaan. Ik heb helemaal geen verlichting aan. Wat nou weer? Ja. Nou. Oké, jongens, maak je voor. Jongens, ik sta hier hoor. Ga maar rijden.
ook voordat jullie op snelheid zijn. Dan sluit ik eerst even achter Richard aan en dan op een gegeven moment haal ik wel in. Dat ik op de derde positie, maar ik wil ook als laatste hoor. Mag ik ook nog maar niet zoveel uit. Zijn jullie al gaan rijden of niet? Maar je rijdt nou bij de pomp weg. Ik rijd nu bij de pomp weg. Ja, ik zie het. De Richard de Hollander is geslaagd, kijk eens hoe mooi ik aansluit. Kijk eens even. Ja, is goed man. Ik rijd nu 70. Kijk eens even. Politie. Ja. Moet ik jou voor de webstream inhalen, Ries? Ja, doe maar. Kom er maar langs hoor. Ik heb al een gaatje gemaakt. Nou, zijn je even als ik ertussen kan? Ja. Kan ik al 80 gaan rijden? Ja hoor. Ja, hoor. Je gaat Bjorn voorbij. Ja. Maar je moest remmen voor die daar rijdt. Ja, we zitten weer op een rij. Gassen! Oh fuck, het is weer zover hoor. Wat? Dat me cruise control wel eruit valt. Oh? Nou, dat wordt handwerk. Het valt eruit? Ze cruise. Oh. Linkerbaan. Ja, ik weet hoe dat komt. Nou? Dan is er een instelling veranderd. Bij de stuuropties. Linkerbaantje, ja. Dan moet ik even rectificeren. Ja, maar ik moet even stoppen. Ja, ik gooi hem zo meteen na dit stuk even aan de kant. Ik ga het even omzetten. Ja. Kijk uit, maar dan komt er een van rechts. Zo, Ben, die gooit hem zo voor die trailer neer. Ik wel. Ja, dan moet ik even voor Erik gaan staan, want ik kon er niet meer tussen. Nou, dan ga je voorop staan. Ja. Dan gaan jullie allemaal weer langs. Geen probleem, opgelost. Zwaar licht even aan. Ja. Is weer goed. Oké. Daar is Erik, daar komt Bjorn, daar komt Ben. Ja, ik hou het verkeer tegen. Ga gassen, Ries. Ja. Want er zit een trailer achter mij. Ja, rij maar, want die zit al naast me. Ik rij nu even 70. Nou, rij door met die fruithandel van je. Nou, dan ben jij zacht. Richard. Waarmee? Het modelleren. Nee hoor. Hij is hartstikke hard. Ja, nu ben je harder. Ja, ik zet hem nu voor me snuffend. Oh. Nee, omdat Erik harder is. Sorry hoor. Ah, ik kan je nou wel verstaan hoor. Oh, gelukkig. Kom er even aangesloten, zie ik. Kom er een beetje bij, Ries. Ja, ik ben er hoor. Ik ben er. Goedenavond allemaal. Dit is Candlelight. Nou, ga je Jan van Veen ook. Nou, Ben is ook weer aangesloten volgens mij. Wij met z'n twee in de wei. Ja. Jan, je auto staat buiten dubbel geparkeerd. Ja. Waar ligt Okay. Ik ga nu naar de 80 toe. Ja, want ik rij 75, 73, 70. Ja, we krijgen afzakken. Meestal rij ik 100. Om bij te houden. Ja, dat kan niet, want je hebt je begrenzer aan staan. Dus dan kan je geen 100 rijden. Fabeltjes vertellen. Max 90. Geen fabeltjes vertellen. Jongens, is het al pauze? Ik heb zin in koffie. Zijn net onderweg. Ik heb een lange tijd gehad om koffie te drinken. Zijn net 10 minuten aan het rijden.
Hij wil weer koffie. Ik heb gewoon een fles limonade naast me staan. Ja, mooi hè. En een pakje peuken, dat is makkelijker dan draaien. Ja, ik rook niet in de studio hier. Mag niet. Heb jij rookt toch heel weinig, Green? Ik kan zo een paar dagen zonder. Of ik moet gigantisch in de stress zitten, dan vreet ik ze. Nee, ik ben niet een grote roker. Nou, je hebt die fruitwagen voor je zitten, Ben. Ja. Oh, die moet je even inhalen. Je hebt een nieuwe versnellingsbak, je stuur doet het weer, dus ga er maar voorbij. Okay. Ik ga met je mee. Ja, dan gaat hij rechtsaf. Wat een knuppel. Ja, die fruitbak. Oh, wat een letter, hè. Dat doen ze erop. Nou moet ik weer af gaan remmen. Ja. Dan zit ik bij Bjorn op schoot. Dat bedoel ik. Okay, als ik bij jou op de stream meekijk, Richard, is het net of ik naar mijn eigen truck zit te kijken. Oh ja? Oh ja. Ja, ik heb er ook een Volvo. Ja. Oh, zo ja. Ja, ja, het kwartje is gevallen. Het enige verschil is, ik heb geen gordijntje erin hangen. Jij wel. Ja, ik vind altijd... Ja, dat heb ik aan Harry gedaan, hè. Ik vind dat... Ja. Die is een truck geklommen en die hebben gordijntjes gedaan. Ja, die is heel goed in naaien. Met gordijnen. Ja, met gordijnen. Ja, je hele huis hangt onder gordijnen. Het meeste werk heb ze gehad aan die pluimpjes. Elk pluimpje is een avond werk. Ja. Maar ik hou wel een beetje van knussigheid. Oh, ik reed al een poosje 80. Nou, dat is al even. Oh, hij gaat lekker zo hoor. Ries heeft hem helemaal onder controle. En Ben ook. Een beetje aansluiten. Weer politie aan de overkant. Oh, even toeteren. Niks mee te maken wat aan de andere kant gebeurt. Nee, voor je blijven kijken. En vooral als Bjorn in de buurt is. Ja. Waar ben je stil, Bjorn? Hallo. Wat moet je dat doen? Hallo. Ik let op Richard. Als Erik remt, dan kan hij mijn rem slaan. Oh, dus je hebt nou eindelijk door als je concentreert zonder veel te praten dat het beter gaat. Nou heb je hem door. Hetzelfde als al die automobilisten die tegenwoordig met die telefoon in de klauwen, wou ik zeggen. Maar je ziet het altijd hoor, dat iemand aan het bellen is. Dan gaan ze een beetje zo over die lijn heen. Wie rijdt er nou weer op de linkerbaan? Kees. Een vrachtwagen inhalen. Gaat Bjorn naar links? Nee. Ja, een vrachtwagen inhalen. Oeh. Eentje met stenen. Ja, die gaat niet zo hard. Oh ja, kijk eens wat een betonblok he. Zo. Ja, van die strontriolering buizen. Ja. Er gaat heel wat poep doorheen. Ik hoop dat ik er voorbij ben. Ja, lang. Zo lang was die niet. Oh. Ik zal de volgende keer even een seintje geven. Ja, maar ik ben nou zelfs auto's aan het inhalen die links rijden. Ja, dat mag niet. Ja, ik zag al een filevorming. Een collega van mij die haalt rechts in. We rijden momenteel op de A2 richting Utrecht. Ja. En als je snel bent, kan je bij Veendaal vasthouden. Hectometerpaal 38,5. Ben je remmen? Stoplicht. Stop. Oh, remmen, Richard, remmen. Stoplicht. Op de snelweg. Ja, hier wel. Oh, we moeten rechtsaf. We zijn al in Osnabrück. Osnabrück, rechtsaf, Ries. Ah, zo, ja. Zeer goed. Ja, hoeflagen. Nou, wij zijn door met die pijlwagen, joh. Gekke huis. Hey, een aanrijding hier links. Hier, kets. Kijk op de rit beuken. Ja. Hoppatoa. Ja, raak. Kijk, vecht, hé. Oh, daar pakt hij een hoofdknoppel. Oh, hij slaat hem zo. Hij slaat hem zo op zijn neus. Oh, die heeft vast wel een blauw oog. Bloedneus had hij. Wat gaat hij nou doen? Midden in de bocht remmen. Het is ook gelijk mappen, hè, met die automobilisten tegenwoordig. Ja, dan slaat hij van mij weer af, jongens. Wat is dat? Je moet ook niet die contactsleutel omdraaien. Ja, maar zit je... Kassen! Hey, het wordt alweer licht. Ja. Nou, wat is dat nou? Erik, een klapband.
Nee. Oh. Je hebt hem echt staan. Als ik net op gang ben, dan moet ik weer remmen. Ja, ik zie Erik gewoon echt staan. Echt stil. Nee, nou had ik een hanger. Een hanger? Ja. Mijn beeld stond nog niet eens een seconde stil. Een mooie zonsopkomst. Dat noemen ze een hanger. We hebben de nacht. Licht, jongens. We hebben de nachtrit gehad. Is dat mooi rood? En we moeten nog rechtdoor. Ja, bedankt jongens. Mooi rood is niet lelijk. Hey, vergeet de looswagen. Waar? Hier links. Hier links. Ja, dat is de. Dat is Erik. Oh. Waarom staat hij dan op de tweede baan? Zijn ook wel leuk. Omdat we zo meteen naar links moeten. Oh. Ik ga ook op mijn rechterbaan hoor. Kom maar naar links jongens. Ja, dan gaan ze allemaal inhalen. Ik zit al op de linkerbaan. Kunnen jullie ertussen? Ja, die stenen boer zit weer naast je. Oh, het is een rotonde trouwens. Ja. Nou, die ja, stopt al. Ja, ik zit er zo wat achterin. Ik ben maar weer naar de rechterbaan. Ja, daarom. Ik, ja, rijden. Rotonde heeft al twee banen, dus. Rijd dan door, man. Stop toch. Knuppel. Knuppel. Ja, blijft hij staan op die rotonde. Onder riem, rijden. Hé. Lelijke batten op. Even alles uitleggen. Klaphak, halve zool. Moet ik weer gaan, vol gas naar jullie toe. Oeh, kom eraan. Dan gaan we naar rechts. Opzij. Maar plaats. We hebben een ongelofelijke haast. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken gaan en opstaan en weer doorgaan. Kan iemand verklaren waarom we naar rechts gaan? Nou, omdat die klote navigatie dat aangeeft. Hallo, niet zoveel vleeswaren in de mond nemen. Oh. Hoi, Ito. Dan zeg je die stomme muts, die zegt dat ik hier rechtsaf moet. U kijkt naar de transporten van Gent en Loos. Een beetje licht, Bjorn. Nou, live on Twitch. Bij nee, ik heb een wat duurder exemplaar, Ben. Die van mij die zegt altijd tegen me. Ga hier maar lekker naar rechts, schatje. Oh. Sla rechtsaf, lieverd. Over 100 meter linksaf. Kunnen we wippen? Wil je over 100 meter stoppen? Kunnen we wippen? Wilt u nu remmen? Want er is een speeltuin. Hey Oshie, goedenavond man. Oshie in de chat, jongens. Wie? Oshie. Oshie. Hey Oshie. Oshie, bedankt. Oshie, bedankt. Ossie, waarom zit je in de chat en waarom rij je niet mee? Ja, waarom? Vertel het. Gooi het in de groep. Het leven is nooit hetzelfde zonder jou. Nee. Kijk uit voor die tegenliggers, jongens. Ja, die moeten inhouden. Want hun baan is onderbroken. Nee, die werklui doen niks hier. Moet even doorbellen. Die vrachtwagen die krijgen te weinig betaald. Ja. Die vrachtwagen rapt ook zo door. Ja, zag je dat? De baan lang is gehalveerd, moeten ze toch stoppen? Ja, die kwam vlak langs me. Ja, die gaan ze rijden gewoon door. Ja, sporen ja, niet. Opnieuw gaan doen wij dat ook. Die sporen niet. Is ook wel eens een keer leuk zo, die rood-wit-blauwe trailers. Ja, hartstikke leuk. Valt mooi op. En weer een ander kleurtje in beeld. Zo mooi hier. Beetje zonnedouwen hier op die velden. 'S Ochtends ja, vroeg. Ja, ja, het is half 6 in de morning. Yes. Ossie is met vakantie. Waar zit je dan, Os? In Limburg. Nee, Limburg. Hij is pootje aan het baaien. Hij heeft het nieuwe zwembad in Limburg gevonden. Ik moet er geen grapjes over maken, want er zijn zoveel zoveel mensen in de ellende door. Ik moet geen grap over maken, dat moet je niet doen. Joh, Richard, als Johan Derksen het mag, dan mag jij het ook. Oh, ja, nee, maar ik ben iets anders dan Johan. Dat is een raar mannetje. Ik vind het wel leuk, Johan Derksen. Ik vind het een kwallebol. Ja, hij zegt gewoon waar het... Oh, een bord.
Ja, zeg gewoon waar het op staat, zo simpel is het. Ja. Willen jullie de volgende keer even melden dat er een wegversmalling aankomt? Dat kan best, maar ik heb altijd geleerd, je kan niet alles zeggen, wel alles denken. Ja. En je kan niet alles zeggen, want dan zou je de hele dag bord met iemand hebben. Ja, maar ja, ja, wat denk je dat Johan Derks heeft? Ja, nou ja, vind je dat dan leuk? Oh, Ik vind het levert geweldige televisie op, vind ik. Ja, ja, nou, ik kijk er niet eens naar. En Boemer Tom is zaterdag ook op reis. Waar ga je dan heen, Boemer Tom? Waar ga je heen? Ga je van... Ga je van Knokken naar... naar Luik? Of ga je van Luik naar Knokken? Heb je ook wel eens een keertje die gesprekken tussen Johan Derksen en Peter R. de Vries gezien? Echt tijdloos. Nee, die heb ik niet gezien, maar. Dat zou wel. Dat is gewoon humor, die twee. Oh, dat zou wel. Respect voor elkaar hebben, maar toch allebei een compleet andere mening. Ja. Oh jawel, dat kan best. En dat is wel goed ook, maar. Weet je wat ik nou heel erg jammer vind? Ja, dat er nooit een debat is geweest tussen Peter R. de Vries en Wilders. Peter R. de Vries liep altijd zo ontzettend gezeiken op Wilders. En ik vind het gewoon jammer dat er nooit een debat tussen die twee is geweest. Dat had ongeveer hetzelfde uitgeweken, denk ik, als Ad Melkert met Pim Fortuyn. Ja. Kijk, ik was het ook niet altijd eens met Peter R. de Vries, maar ik bedoel, hoe die op zijn einde is gekomen, dat gun je niemand, weet je. Ik had wel respect voor die man. Ja, je moet even opzij hoor, want... Nou, gas Bjorn, want... Ja? Ja, ik rijd zonder gas. Ik zit op de rechterbaan naast jou hoor, Ben. Ik rijd gewoon 80 hoor nu. Ja, maar er zat een auto te glooien. Ja, dan heb je een auto bij mij voor me kiezen. Maar ja, Richard en Ben die zitten daar wel mooi naast elkaar. Ja, ik reed de hele tijd rechts van hem. Hij heeft niet eens in de gaten. Hij zit een rotzak naast me, zit hij. En jullie ook echt alle drie met die kaartsport trailers. Ja, mooi zo hè. Ja, nou, ik word straks remmen. Ja, staat hier weer een politieauto. Oh jee. Knalde zo wat bovenop. Kijk uit hè, Ben. Kijk uit. Het is mazzel dat ze niet achter ons aankomen rijden om de rijstijl. Nee. Nou, gewoon naar elke dag rechts. Afstand genoeg. Ja, we zitten weer in een rijtje. Zit weer eens knippenlichten, bedankt. Als je maar weet, man. Keurig hoor. Dat doe je heel netjes. Als je maar weet. Joran, schijn eens met je grote licht. Er wordt de cabine bij Erik verlicht. Oh, kijk uit jongens, kijk uit. Helemaal naar links. Ja, die klote bus die wil invoegen. Bus? Ja, die bus, ja. Oh. Ja, hey. die auto die loopt ineens van de linker naar de rechterbaan. Zoiets. Ja, die schijnt bagger. Hé, hey, als je in je linker spiegel kijkt en er komen auto's in jouw spiegels langs, dan staan de wielen stil. Heb je dat eens opgevallen? Nee. Moet je maar eens kijken in je linker spiegel. En als dat autootje in je spiegel zit, dan draai je die wielen niet. Je wordt genept waar je bij staat. Ja. Moet je maar eens opletten. Ja, ik zal het proberen, ja. Dus als die naast je in je spiegel rijdt, dan zie je die wielen staan stil. Okay. Mocht je dat nog niet weten, hebben we het nou volgens? Dan hebben we het nu gezien. Ja, zo meteen even een kleine pauze, hoor, een paar minuten. Ik moet even sassen. Ja, ik moet even doorbleren. Nou, ik kan dat haast niet zien in mijn spiegel dat het niet gaat. Nee, ik ook niet.
Dan moet je nog snel kunnen kijken. Ja, bij mij reden die auto's wat langzamer. In Arons ogen. Oh, vandaar dat die wielen stilstaan. Ik duik even naar links, jongens. Ik heb jullie weer even lekker ingehaald, want nu zit ik weer achter Ben. Ja. Ik slingerde om die auto's heen. Dwaal je gelijk weer af. Ik zei tegen jou, naar links. Ja, nu niet. Want straks. Oh, nu niet. Oh. Nee, nu niet. Nee, nou rijden we in de middel. In de middle of the nowhere. Oh. Ah, over 10 uurtjes zijn we er, jongens. Oh ja. Rem op, hè. Hopelijk deze keer wel op tijd. Oh, Boemerton gaat naar het Sauerland. Als een uur stil staat, die heeft de vracht aangenomen, niet hoor. Sauerland naar Winterberg. Mielgenbach. En Nou ja, dat moet je kunnen zien, hè. Je hebt 23 uur de tijd. Willingen moet je ook heen gaan, is ook een leuke plaats. We doen er 10 uur over, dus we komen niet te laat. Het is nog 735 kilometer. Ja, voor die rit staat 23 uur. Ja. En we rijden nog 10 uur. Richard, even vol gas hoor. Ja, ik doe niet anders. Dit is een rustplaats hier, ja, jammer. Die knalpijpen achter mijn cabine zijn rood gloeiend. Even volgende parkeerplaats even stop, want die moet sassen. Ja, wat een gezeik. Ja, ik heb van het eerder moeten zeggen, Ben. Dat hebben we gedaan. Hij is er al voorbij. Ik ben er al voorbij. Ja. Oh, hier, 100 meter, een hele dikke boom. Ja. Dan ga jij er maar vast zitten. Nee, ik hoef niet te poepen. Nee, ik moet plassen. Blijf staan. Je blijft toch staan plassen. Ga jij lekker op je hurken zitten? Je bent toch een volgende mannetje? Volgende benzinestation stop ik even. Of parkeerplaats. Oh, dat is vlakbij. Wat de hel? Hè, wie, wat? Wat? Ik kan niet inloggen. Oh, boe, Beton is er nog. Ja, die zat net nog in de chat. Ja, maar hij is ook in Discord nog. Hij is er niet uit geweest, geloof ik. Nee, ik heb... Boe. Met om. Ja. Boe. Nee, ik zei boe. Met om. Oh, haap stond Tom. Ik ook. Ja. Dat is net zoals Cor en Don. Tom ook een beetje hardhorend. Cor en Don. Hallo, met Cor en Don. Wat zei je, Tom? Ik dacht altijd dat die maatschappij Cor en Don heette. Ik zei Calvé. Ah, pindakaas. Correndel. Ryanair. Maar Correndel is toch failliet? Maar weet jij waar de KLM voor staat? Kustlieve meisjes. Nee, Club Lange Mensen. Dat is echt zo, hè? Is echt zo. Lieve meisjes. Want die voorzitter van die club, die is 2,25 meter. Zo. Die heb ik een keer gezien vroeger bij Koos Postuma, was die ooit bij dat praatprogramma. 2,25 meter was die. Die had schoenmaat 49,5 geloof ik. Wat gebeurt hier nou weer? Loodzakken meer. Ik pak de vluchtstrook. Hé, er vloog al wat door de lucht heen. Nee, iemand had een hanger. Een hanger? Ja, een internet. Ja, je weet toch wat een hanger is? Je bent ook stil. Waarom rijdt iedereen zo langzaam? Zeg, Jezus. Nou, er vlogen net drie, vier personenauto's de lucht in. Ja, dat zag ik ook ineens voor me. Nou, dat is een hanger. Je moet ze bijhouden via de vluchtstrook. Ik dacht dat... Ligt daar iets op de weg, jongens. Kijk uit. Ik dacht dat... Er legt er eentje ondersteboven hier. Godverdikke me. Ja, dat is net gebeurd. Die zijkant heet dat. Ja, die is uit de lucht komen vallen. Kijk, die zat. Hallo. Wat zijn die automobilisten allemaal aan het doen? Ketsen weer een tijd met trailer aan. Jongens, ik weet het niet. Moet je nou kijken hier. Nee, ik weet het wel. Die moeten ook heel nodig plassen. Die zitten met hun handen tussen een kruis. Om de boel dicht te houden. Ja, dat kan je niet besturen. Die had op de rechter. Je op je bek.
Je had op de rechtervoorstoel een pannetje tomatensoep staan. Die ligt nu op... Millimeter en benzinepomp. Nou, ja. Ik heb weer vrijbaan voorlopig. Had ik ook al gezien. We gaan hier even bij het benzinestation eraf. Ah, gelukkig. Hopelijk vallen er niet nog meer auto's uit de lucht. Nou, ik weet niet wat er aan de hand was, maar... Dat ga ik eens even terugkijken in de stream. Dat ga ik eens even aan de binnenkant van mijn ogen bekijken. Ja, dat wil ik ook even zien. Ik zie in één keer 3-4 auto's de lucht in klappen. Ja, er staat een muis over. Maar ik weet... Ik dacht eerst dat het aan mij lag, maar ik zag in één keer een auto mijn kant uitvliegen. Die vloog zo langs me heen. Ja. Ja, maar mijn beeld stond over 10 seconden stil. Ja, ik werd geraakt aan de rechterkant van een persoonauto die in één keer naar links wilde. Oh. En toen reed Richard Hollander in het midden. Oh ja. Dat ging ook niet goed. Oh, ik ga ook even tanken, zie ik. Ik ga eerst wel even tanken. Gewoon maar even tanken hoor. Aan. Zo, even tanken, zo gebeurt het, klein tankie. Oh ja, ik ga ook even tanken. 1,22 euro. Ik ben er nou toch. Ja, daarom. En dan sluit ik het zekere voor het onzekere. Dan ga ik even plassen. Want, je zit dan met mijn knieën over elkaar, mijn handen tussen mijn kruis. Dan kan ik hier binnen even betalen en broodje bal mee nemen. Ja, dankjewel schat. Mijn handrem erop. Zo, voor de parkeerplaats op. 1,22 euro. Ik heb laatst nog getankt voor 1,04 euro in het Oostblok. Ja, dat kan. Een stuk duurder hier. Hoor. Maar goed. Zo, even mijn collega's opzoeken. Die staan in die lange vakken. Karren voor. Zo, kan iedereen er nog langs? Jazeker. Ja. Zet hem wel op de handrem als je wegloopt. Ja. Ja, ik moet die broodjebal even halen. Ik wil wel even een beetje recht zetten, Richard. Hoe lang staan we hier? Kan ik wel even een bak koffie halen beneden of niet? Ja, tuurlijk. Dan zet ik even op mijn... Als je binnen 3 minuten terug bent, kan dat? Hé, hey, er valt er één weg. Bjorn. Nee, ja. Oh, hij is er weer. Nou, je was wel even weg, dus... Joep. Kun jij mijn muziek horen, Ben? Ja, heel zacht, absoluut niet hinderlijk. Het is Haasje senior. Yep. Dat genoeg. Zijn zoon kan er nog steeds niet aan tippen. Nou, de eerste cd vond ik waardeloos. Maar sinds dat hij meegedaan had aan Bekende Nederlanders of zo, of de beste... Beste zangers van Nederland, ja. Ja, toen zong hij dit liedje Ik leef mijn eigen leven. Vanaf dat moment vond ik hem beter gaan zingen.
Wat hebben ze? Heb ook een cd'tje gemaakt met zijn zus? Nou, dat is niemand te horen. Nee, absoluut niet. Hoge kijk, zeg dat genoeg. En natuurlijk is de enige weer zonder vlaggetjes Björn. Ja, maar wel zwaailampen. Die staat in zijn asociaal op de weg. Met zijn vliegenvanger voorop. Ja, Richard staat een beetje te ver naar voren. Nee, dat valt wel mee hoor. Mag je daar op hebben dan? Ja, ietsjes. Ietsjes, kijk maar, het is niet veel. Het is Kana zonder jou. Maar toch blijf ik je trouw. Ik hoef je niet te zeggen dat ik van je hou. Je in je ogen kijkt, zeg dat nu. U met z'n allen! Van je hou! Vroegen wat je mij ook vroeg. Ik ben een dokje op zijn videocamera aanstaan, maar ik zie niet. We slijten, ik heb honger. Wat hé? Ja. Wat? Wat is er los in die doos? Wist die met die voren oranje truck naast jou, Caldi? Rechts van je. Hé, hey, die verdwijnt. En je bent weer terug. Haha, raar gezicht. Wie zie je zo verdwijnen? Alleen in huis, alsjeblieft, kom toch snel weer thuis. Ja, hou! Genoeg! Nou, hoe zit het met die vliegende Hollander? Oftewel alias Richard de Brabander. Jij niet? Jongen, jongen, volgens mij haalt die koffie echt in de koffiehuis. Met een broodjebal. Nou, proost hè. Dan lutte die proetie. Ja, dank je. Jij zelf ook, hè? Wat is dat? Coca-Cola. Ik heb van dat Duitse spul. Lekker hoor. Bijna geen calorieën. Weet je of je het kan zien. Ja. Groene cola. Dat hebben wij hier ook. Koop ik bij de Kaufland. Dat hebben wij ook, maar heet het anders. Maar verschrikkelijk, niet te zuipen. Ik vind het lekker. Ja, dat is de fruitsmaak overheerst niet. Nee, nou ja, gelukkig vind jij het wel lekker. Ja, ik drink zo min mogelijk prik. Ik ben al dik genoeg. Ja, nou ja, ik mag al light dranken hebben, maar ik lust niet. Ik bedoel, ja, oké, okay, maar ik bedoel, zolang ik nog niet zo'n kind als Björn heb, is het nog goed. Als je wat? Zeg jij maar. Ik zeg Ben, zolang ik nog niet maar. Begin... Zolang ik nog niet maar. Begin... Zolang ik... Hou je kop even, joh. Ik zeg, zolang ik nog niet zo'n kin heb als Björn, ik zeg, dan komt het nog allemaal goed. Oh ja. Wacht jij maar. Oh jee. Ja, wacht maar. Begint ja. Begint de loosdag, dan duwt hij je met je kop in zo'n 40 kuper. Oh, dat wil ik wel eens zien. Wil ik wel eens zien. Ja, mooi. Ik stook niet graag, maar dat vind ik wel mooi.
Hey, ik bedoel, ik wil helemaal niet stoken hoor, Ben, maar jou is hard op de bek geslagen. Ja. ik wil me nergens mee bemoeien. Sla zijn tanden uit zijn bek. Wie ben jij? Hij zei, ben je voor Feyenoord? Nee, hij zei, ben tandarts. dat was ook zo'n mopje. Kerel, ja, mooi. Hup, Abel en Stra. Sla zijn tanden kerel uit zijn bek. Kerel zegt naast hem. Die is al jaren dood. Oh, 5 minuten later. Sla zijn tanden uit je bek. Zit die kerel weer. Voor wie ben je eigenlijk? Voor Feyenoord zit hij. Nee, ik ben tandarts. Ja, leuk. Kom naar beneden koffie halen. Ik zit eigenlijk even te lachen, maar die zit naar het programma te kijken. Dat is die Belgen, die gaan dan met die Mongooltjes op reis. Dat is altijd humor. Maar die waren met z'n allen, zeggen aan de riemen, die bus onderweg. Toen had een scheet gelaten in die bus. Ze gingen allemaal over de nek heen. Ja. Oh, ik zou hem ook wel even terugkijken. Maar dat vind ik wel een leuk programma. Nou, maar wat ik nou wel zo'n klote programma vind, dat is dat, ik weet niet eens precies hoe het heet, maar iets met die gasten die in dat huis zitten of zo. Ja. Hoe heet dat programma nou? Zie je mijn dakbeugel eigenlijk? Hè? Big Brother? Ja, Big Brother. Oh, ja. Big Brother, ja. Big Brother, dat vind ik echt. Dat vind ik echt zo'n jeukprogramma, Big Brother. Ik bedoel, eigenlijk zou je gewoon 9 hitsige nichten in dat huis moeten zetten. En dan heeft er 1 AIDS en wij weten wie. Ja. Hoe vinden jullie mijn dakgeleiders? Hallo. Big Brother. Hallo, hoe vinden jullie mijn dakgeleiders? Ja, die zijn mooi, Ben. Lelijk. Je hebt niet eens gekeken, man. Wat zie je dan? Nou, ik zet het nu close in beeld. Ik kijk nu niet naar Richard's stream, ik kijk naar Ben. Oh, waarom heb jij geen Michelin-mannetjes? Oh, je hebt geen Michelin-banden. Jawel. Nee, aan de zijkant van die beugels, op dakbeugels. Ja. Wat aan de zijkant. Oh, daar. Ja, wat zie je? Lampjes. Oh. Ja, leuk hè? Ja, oranje. Ja, oké, maar waarom heb je geen Michelin-mannetjes? Die had ik wel, maar die ben ik onderweg verloren, zie ik. Ja. Ik ben de enige met Michelin-mannetjes, geloof ik. Oh, daarom heb ik nou een... Ik had ze ook, maar ik vertel je net dat ik ze onderweg verloren ben. Daarom heb ik nou een ster in mijn voorraam. Ja. En daarom is er een extra lamp voor in de plaats gekomen, Ben. Ja, ik zou er geen poppetjes meer op dat moment. Nou, we zijn weer compleet. Laten we maar weer gaan rijden. Ja, we kunnen weer hoor. Ik zal de motor starten. We komen er anders nooit. Karren met die handel. Ja, één is weg. Al die kijkers bij die stream zitten te wachten. Gaan ze nog een keer of hoe zit het? Een steltje koffieleuters. Ja, lekker laten wachten. Nou, er zitten er maar 7 in. Ah, ja. Allebei 3 kijken bij jou. Dus nou, we gaan weer mensen. Je hebt maar 4 klanten. Oh, ik dacht dat je al weg was. Oh. Ja, Nou, daar hoort hij weer. Alla, direction, zit op de A2. Zeg maar bij het bedrijf dat we eraan komen. Ja. Achtung, vrouwlijn, ik kom er aan, ja. We mogen gelijk naar links opschuiven. Waarom? Ja, politieauto. Nou, dan gaan we naar de middenboom. Wat chique idee. Dat gaat die politie. Ja, we moeten naar rechts hier. Politie. Oh nee, we moeten wel rechtdoor. Oh, kijk eens hij. Oh, brand. Er lag nog iemand in die jacobaan. Gebotst. Lekkere cookies. Ja, wat Biscuitjes met chocolade op de onderkant. Heerlijk. Vol koren met chocolade. Links aanhouden, Ries. Links aanhouden. Ja. Ik zie hier nog niet meer op de kaart. Af. Ja, ik krijg geen kans om op te bouwen. Je krijgt alleen 80 in mijn 3. Het is gelijk gaas erop. Ja, ik zit nu al aan de 90. 12? 90? Ja. Richard ziet net voorbij komen met 110. Nou, even naar links, Ries. Boematon kan niet inloggen in de server, waarom niet? Wat de hel, er spamt ineens een auto voor mijn neus. Je moet even. Sessievergenten loos.
op de server, jongens, want... Sessie van Genteloos aanklikken en dan Hollander even intikken. Ja, met de hoofdletter H. H. Hollander. Maar ja, dan zijn wij al ver weg, dus... Maar ja, kijk of het werkt, of die drinker komt. Moet kunnen, hoor. Want die sessie, die is gewoon actief nu. Ik rij hier alleen op de highway. Met Erik en Bjorn voor me. Gadverdamme, ik wil allemaal chocola op mijn stuur zitten. Je moet ook met je mond eten, die koekjes niet meer. Ja, en je hebt toch met twee vingers dat koekje vast? Ja, oké, maar dat heb ik ook gemerkt, dat Bjorn nogal veel achter zijn stuur had. Toen ik dat stuur de eerste keer binnen kreeg, plakte het aan alle kanten. Ja. Hij drinkt heel veel limonade siroop. Ja, want hij zegt, hey, een stukje picanto. Hij zegt, hey... Maar komt dat hij altijd zo aandachtig rijdt en dan begint hij te kwijlen. Hoe heet dat ook weer? Dat is allemaal over het stuurregen gegaan. Kastelein, nee. Oh, gaan we Kapsalon. Rechtsaf? Ja, we gaan rechtsaf. Oké. Okay. Kapsalon. Slinger. Een slinger. Frikandellen uit. Hoppatoe. Kapsalon. Tsjechoslowakije gewoon heen, hè? Oh ja. Ik heb hier niet gemaakt, hoor. CZ, Tsjechoslowakije. We gaan naar Ostrava. Ostrava. Transinet, maar waar dat ligt weet ik niet. Op 530 kilometer. Tsjechoslowakije is het. Invoegen, Luis. Ja, ik zat er al. Ik ben super alert vanavond. Zit op de 85, jullie ook? Nee, ik zit op de 80. De stream van gisteren van Trucken was 141 keer bekeken, zag ik vanavond. Zo. En de flight sim van vanmorgen is ook al iets van naar de 100, geloof ik. Een loefballon. Ah, een loem. 99 loefballonnen. Nina. Ja. Of nou, Nena heet ze. Nina. Nina Hagen. Ja. Er staat weer bus op de vluchtstrook. Oh, kijk uit. Maar die gaat invoegen. Pas op. Ja, pech. Gevaren driehoek. Oh ja, klapband. Rechtsachter is kapot, zie ik. Feestnaal ligt eraf. Een bandklap. Hij heeft de wegenwacht gebeld, die komt met een nieuwe feest naar. Oh jongens, wat een ontzettend overheerlijk pakje koffie. Ik ben ook overdrijven. Oh, nee, echt. Kijk Erik, ik heb op mijn dashboard wel een Michelin poppetje, want anders blijven ze hem jatten. Ja, maar dat zien we niet. Nee, daarom. Ja, ik heb een Michelin koffiekop en ik heb een Michelin mannetje aan het plafond hangen. Oh, kan dat nou? Onze klant verwacht de levering. Er komt er geen mods draaien. Zorg ervoor dat je op tijd aankomt. Dat is geen mod. Oh, wat is dat? Gewoon een Michelin mannetje wat ik aan het plafond heb hangen. Nou, dan ben ik zeker weer te laat straks met de levering. Kregen jullie ook een melding? Nee. Zorg dat je op tijd bent. Nee, nog niet. Jij hebt die rit gemaakt. Ja. Krijg jij alleen. Ja, ik was er het eerste in natuurlijk. Jij krijgt ook die melding met de zien van bordvrije ruimtes. Dat komt omdat we een... Ja, die krijg ik ook te zien. Nou, ik niet. Dat komt omdat we een chauffeur hadden die een uur bezig geweest is om zijn stuur actief te krijgen, denk ik. Oh, ja. Toen zat mijn rit er al in. Dat heeft niets met bordjesvrije ruimtes te maken. Nee, maar met de wachttijd, want ik moet nu haast om bij die klant op tijd te komen. Ja. Nou, dan rij jij vast door met 100. Nee, nou, dat kan niet. Net als je op je vijf drukt of zo, weet ik wel wat. Ja. Dan zie je staan dat er staat voor die rit resterend 17 uur. En we doen er nog
6 uur over. Kun je er nooit te laat komen? Nou, bij mij staat er resterend 1 uur en 33 minuten nog. Ja, kom dat ik hem aangemaakt heb en als eerste erin zit. Ja, nou dan. Dus ik moet doorkachelen. Ik heb nog 7 uur en 30 minuten. Ja, ja, jij was als tweede chauffeur en Björn? 6 uur 19. Het begint bij mij te gieten. Ja, kijk, mistbank. Zie je dat? Ja, mist. Jongens, sorry hoor, maar ik moet even doorkachelen. Dat hadden wij ook. Richard moet even doorkachelen. Of dat helpt. Ja, ik weet het niet. Ik ga bellen. Jongens, als die chauffeur van ons komt, zeg maar, geef hem op je flikker, zeg maar dat hij te laat is. Links aanhouden, jongens. Oh, dat komt mooi uit. Zat ik al. Oh, gaat die auto voor me remmen? Nou, dan de lul. Zo, Erik het noodweer. Oh. Ja, ja bij mij begint het nu. Wat is dit nou? Sessie gesloten. Hallo? Trucken ben niet verbonden. Ben ligt eruit. Hoe kan dat nou weer? Ja, nee. De server heeft de verbinding verbroken. Nou, dan word je bedankt. Oh, ja. Nou, dat snap ik niet, want... Dan word je bedankt. Goh, wat een noodweer in één keer hier. Even langs de kant, jongens. Even kijken of Ben er weer in kan komen. Ja. Nou, ik weet niet of dat gaat werken, want hoe moet ik dat doen? Opnieuw inloggen. En als het goed is, kom je weer op dezelfde plek erin. Ja, maar ik zie jullie niet meer. Dus ik zit niet in de stream. Wat een weer, joh. Hey, heb Erik wel zo weer? Ik denk niet dat ik erin zit. Ik zie je niet op de kaart en jij ziet ons ook niet op de kaart, Ben. Nee. Misschien moet je even opslaan en opnieuw erin komen. Ja, maar ik weet niet of dat werkt. Even kijken, hoor. Escape. Opslaan en laden. Spel laden. Kijk eens wat een weer, joh. Spel laden, wanneer was het? Ja, nee, niet laden, opslaan, Ben. Ja, maar ik zie jullie niet. Heb het geen nut om op te slaan, want dan kom je terug in een niet. Ik kan er nou niet op slaan, dat heb geen nut. Nee, ga eens gewoon hier uit. Ik moet opnieuw inloggen. Alleen, ja, gewoon naar convoy. Alleen jij ging eruit. Moet je dat water zien van die auto's afkomt. Hey Janel. Goedenavond. Thanks for the follow. Wat nou weer verkeerd wachtwoord? Hollander met een hoofdletter H. Ja, dat weet ik. Van Hees. Harry. Hut. Weer verkeerd wachtwoord. Nou, het is druk hier met... wat een noodweer, jongens. Ik kan ook niet zien dat ik een hoofdletter invoer. Zou ik mijn zwaarlicht aan zetten. Waar hebben jullie hem met noodweer langs wat ik heb bedoeld? Nou, verkeerd wachtwoord. Hebben je cap misschien aanstaan, Ben? Nee, die heb ik al ook uitgezet. Maar er staat bij mij geen lampje branden. Doe het nog een keer. Het busje komt zo. Oh, hier, twee touringkarren. Die horen bij elkaar. Nee joh, verkeerd wachtwoord. Nou, ik ben het al aan. En als je verversen doet? Janel Games. Ja, ik moet er eerst hier uit. 1 minuut geleden. Heeft 75.000 gedoneerd. 75 euro gedoneerd. Nou, ik weet niet of ik dat geloven moet. Want dan krijg ik melding in mijn scherm. Nou, Hollander. Maar ik weet nogmaals, ik weet niet of mijn kapslok aan. Lijkt het een groene. Hé hey, jongens, ik heb nieuws. Ik kan het niet zien. Henk is er ook weer. Ah. Henkie! Nieuwe volger. Nee hè. Ja, maar alweer. Of je tegen een muur aan praat. Ik heb het vanavond gevraagd, uitgelegd. Oké, kijken waar je nou op de kaart zit dan, Ben.
Ja, ik moet deze even aanpakken nog. Ja, die is wegrijdt net. Maar je hebt hem al zo te zien. Ja. Ja, maar. Maar ik ben bang dat ik weer overnieuw moet beginnen. Volgens mij kon je op dezelfde plek terugkomen. Weet je, zeker die huidige opdracht. Nee, wil het niet verbreden. Hey, het wordt weer droog, jongens, kijk. Nee, dit scherm moet je gewoon sluiten, Ben. En dan rijden. Oké. Nou, regelt het? Ja, en nou sta je ook weer op de kaart. Je ziet dat het goed is ons ook, of niet? It's raining cats and dogs. Nog niet, want het is... Ik zit wel in diezelfde lus. Nee, ik zie jullie niet. Nou, misschien staan we net iets verderop. Nou, lekker dan. Want ik ga door een bocht heen. Ja. Nou, ik gooi die promo er wel even in voor de VTC van ons. Ja, daar staan we. Ik zie je. Ja, ik zie jullie weer. Oké, dan kunnen we weer gaan rijden. Wat raar, hè? Je bent... De server het toch niet aan, jongens, op een of andere manier. Nee. Ja, komt er nu weer aan, Ben? Ja, duik er maar op. Kijk uit, auto's komen eraan. Ja, ik dek jullie. Ik geef jullie een... Zo, mijn ruitenwissers kunnen ook weer uit. Nee, ik ben morgenochtend niet online, jongens, want morgen zit ik in de echte truck. Morgen heb ik een paar vrachten op te halen, dus. Jongens, links aanhouden. Ben ik er al bij? Oh, blijf maar links, Ben. Oké. Je moet toch links aanhouden. En je was er al voorbij, hè? Remmen. Ja, maar bij die afzettingen moet je ook opletten, want dan remt alles af. Trailer uitgebrand. Ja, oké, maar ik had helemaal niks van verkeer voor me zitten verder. Ja, in het dagelijks leven zit ik ook op een echte vrachtwagen, dus. En morgen heb ik een paar ritten voor de boeg. Oh, wat moet je er doen? Sorry, want ik was even afgeleid. Ik zit morgen regio Amersfoort. Lekker thuis. In de buurt. Ik moet de zaak even waarnemen. Ja, ja. Moet je wat brengen of ophalen? Nee, is morgen allemaal ophalen. Ja. Zijn de evenementen geweest afgelopen weekend. Dus morgen geen livestream van Richard. Ik heb genoeg uren gedraaid vandaag. Want morgen is toch maandag? Ja. Heb je dan ook wel een stream? Nou, dat is maandagochtend toen die tijd, in de coronatijd. Oh. Toen hebben we een paar keer samen 's ochtends. Maar ik bedoel. Maar dat is... Verleden tijd. Verleden tijd, we gaan weer naar de toekomst. Ik probeer... Dinsdagavond construction. Maar ja, wanneer gaan we weer eens met die mot snowmannen willen? Dat kunnen we dinsdagavond wel eens even doen. Ja, want ik snap het. Dat construction, dat geeft geen kijkers meer. Nee. Er is geen animo voor, dus dat is wel een keer leuk om onderling te doen, maar voor de stream werkt dat niet. Maar snowrunner is wel in trek. We gaan hier niet streamen als we gaan construeren. Nee, dat doen we wel een keer apart. Zetten we gewoon allebei een Discord scherm op en dan kunnen we voor elkaar zien wat we doen. Ja, dat kunnen we ook doen. Ja. Maar dan kunnen we dinsdagavond rond 19:30, 20:00, want als ik werk dan ben ik nooit bij tijds thuis. Het is altijd maar de vraag hoe druk is het op de weg. Oké, jongens, we gaan even een beetje remmen. Ja. Een beetje, man. 70. En vrij 55. Het wordt druk. Grens over. We gaan de grenspost over. Dat is vakantieverkeer natuurlijk nu. Ja. De hel breekt los. Ja, we komen zo in de spits. Het is 10:10. Er is trouwens, ik weet niet of jullie het al meegekregen hebben, voor Peter R. de Vries woensdag in Carré. Hè, voor alle Nederlanders die de behoefte aan hebben om naar hem toe te gaan.
Ja. En ja, de dag daarna is het voor genodigden. Ik heb een kaartjes gekocht. Maar vind ik wel netjes dat ze dat... Mooie... €200. Rit krijgen, laatste rit. Ik vind wel netjes dat ze dat in Carré doen. Ja. Maar ja, dat heeft hij ook wel verdiend, vind ik. Ja, ja, maar wel veel media-aandacht gehad, hè. Ja, ja, ja. Zelfs ook een avond zonder reclame, hè. Ja, ja, dat is ook... een avond dat het bekend werd dat hij was overleden. Ja, daar heb ik ook nog zitten kijken. Ik kreeg een appje smiddags en een collega die kwam naar me toe, die zei het. Ik zei, dat ben je niet. Ja, dan komt dat even binnen. Ik heb vroeger een keer eens in de bioscoop gezeten, kwam hier naast me zitten. Nou ja, het was wel een directe man. Hij, je moest hem niet blazeren, want dat zei hij gewoon. Hallo, daar houden we allemaal niet van. Ries, ik denk jij ook niet als jij belazerd wordt. Nou, het ligt er aan hoe. Ja, als jij genaaid wordt, dan wil je zoenen. Ja, ja, maar dit geweld, dat hoort absoluut niet natuurlijk. Nee. Zeker niet. Je moet gewoon een beroep uitoefenen. Ja. Pak dan een of andere minister-president bij zijn kraag. Ik vind het wel weer dom, alle media-aandacht omheen, weet je wel. En ook dat ze weer zeggen van, ja, dit mag in een land als Nederland niet gebeuren, weet je wel. Maar het is wel gebeurd. Het is met Pim Fortuyn gebeurd. Ja, ja, ja. Het is met Theo van Gogh gebeurd. Het is met die Wieringsmaas het gebeurd. En met die Wim Knol of zoiets. Ja. Weet je, ik bedoel... advocaat. Ja, daarom. Dus het gebeurt nog steeds, weet je wel. En dan moet je zeggen van, ja, dit mag niet in dit land gebeuren, maar... Moeten ze dan straks alle advocaten en persleden gaan beschermen? Nou, dat kan ook niet. Ja, en ik was het ook niet altijd eens met Peter R. de Vries, weet je wel. Maar ik bedoel, ik had wel respect voor de man en hoe hij zijn werk deed en dat soort dingen. En hoe standvastig die was, weet je wel. Ja. Alleen ik vond hem, vaak vond ik hem gewoon wel iets te links. Dat op politiek gebied gezien. Ja. Nou Henk, als ik jou was Henk, zou ik maar vast naar bed gaan als je vannacht om 3 uur naar Parijs moet. Hij beter gisteren kunnen gaan, hij nog wat van de tour kunnen zien. Ja. Maar wat ik zeg, ik had wel respect voor Peter R. de Vries, zeker wel. Oh, absoluut. Het was best een warme man hoor. Oh ja, zeker wel, maar... Ik heb hem nooit aangeraakt, dus ik weet niet of het warm is. Jongen. Nou, hij is nou in ieder geval behoorlijk koud. Maar... Ik wou net zeggen, dat hoef je nu niet meer te doen, nee. Ik heb mijn dochter niet gehoord of hij bij PC terecht is gekomen. Nee, maar ik vind... Kijk, ik ben ook nog steeds van mening, dit zou in dit land niet kunnen meer, weet je wel. Maar het gebeurt wel en... De criminaliteit hier zo, die is gewoon... zodanige proporties aan het aannemen dat ze het niet meer aan kunnen of niet meer aan durven, weet je wel. En ze moeten hier gewoon hogere straffen invoeren. Ik ben benieuwd waar die dader wat die gaat krijgen, weet je wel. 8 jaar misschien. Weet je wat ze moeten doen? Iedereen die 1 keer over de scheef is gegaan, die moeten ze chippen. En als ze dan bijvoorbeeld op de Dam lopen, net als in New York, met al die billboards, dat dan overal zijn kop te zien wordt. Zodra die langs een sensor loopt, dat iedereen kan zien, oh daar loopt crimineel JB, noemen we het. Dat kan door een chip. Ja, maar dat hele rechtssysteem hier in Nederland, dat is toch veel te soft. Houden ze een actie van je wapens inleveren, halen ze 1500 wapens er binnen, maar ze komen nog steeds even goed aan een pistool. Nou, ik zou niet weten hoe. Ik bedoel, en het ergste vond ik nog wel toen Volkert van der Graaf... na 12 jaar al vrij werd gelaten. Ja. In plaats van dat hij de volledige 18 jaar moest zitten. En als je dan ook nog dat programma daarna hebt gezien bij Brandpunt. Hoe hij de hele zooi op zijn kop heeft gezet. En hoe hij de boel aan het sodemieteren is. Ja. En dat gewoon ook wordt gezien door onze gevestigde orde, om het maar zo te zeggen. En dat ze dan nog zeggen van ja, maar daar kunnen wij niks aan doen. Terwijl die Volkert van der Graaf lachend zit van ik sodemieter het hele systeem. En ik doe helemaal niks, ik werk niet, ik krijg geld voor bescherming en dit en dat. Yep. En ik krijg bij mijn eigen van, ja, kwam die kogel wel van links, weet je wel, bij Pim Fortuyn. Ja, daar is ook vraagstuk over geweest, ja. Ja, maar ik vind dat soort dingen niet kunnen in dit land. Ja. Weet je, ik bedoel, ik word er helemaal scheidziek van dat het...
dat het hier veel te makkelijk gaat allemaal. Veel zwaarder straffen. Klote rechtssysteem wat ze hier hebben. Flikkeren en op en door. Het enigste wat ze hier in dit land kunnen is de boetes verhogen omdat ze bang zijn dat ze te weinig geld binnenkrijgen. Ja. Hey Janno, goedenavond. Roken mag niet, maar ze hebben er wel belasting op. Ja. Hoe is het met Jonno dan? Want we hebben je al een tijdje niet gesproken. Vanmorgen zag ik even voorbij flitsen in de Flight Simulator, maar... Ja, ik heb met Jonno van de week wel even gesproken. Oh, toch wel. Ja, maar bedrukt. Ja, hij gaat... Augustus ja. Gaat ook beginnen met rijden. Dan gaat het echte werk beginnen, Jonno. Mooi werk, man. Echte truc rijden. Dan kom je er pas achter wat groot rijbewijs is. Tolpoortje. Even dokken. En gaat Jonno ook nog mee naar het museum? Ik weet niet, Jonno, ga je mee naar het Vergenteloos Museum in Arnhem? Waar zien jullie hem dan? Want... In de chat zit hij bij mij. Ja, hij zit niet in de Discord zo te zien. Discord niet, nee. Henk als laatste. Ja, maar hij staat ergens tussen die lange lappen tekst van Henk. Die tikt met 20 vingers volgens mij. Oh, daar moet je ook eens mee kappen. Irritant, dat doen we niet kan. Het is jammer dat als je shop je het niet kan verwijderen. Kan ik wel hoor. Wat krijgen we nou weer? Ik blijf staan. Oh. Escape. Nee. Mijn Gijs deed het niet. Ik weet niet wat er was. Legt een blikje cola onder je gaspedaal. Ik trap mijn gaspedaal in en er gebeurde niks. Maar ik denk dat ik een iets per ongeluk aangetikt heb. Want die tekstbalk stond te knipperen. Ik rijd nu 60. Oh ja, dan zit je in de chat te gebeuren, ja. Ja. Ja, dat is irritant. Hè? Dan valt de rest weg. Ja. Nou, rij eens door met die tankwagen. Als je inhoudt, moet je gas geven. Hup. Wat een geld. Met de flyer. Goed zo. We hebben hem door. Moet ik weer gas geven om bij jullie te komen? Inmiddels rij ik 70. Ja, Richard, ik kom wel weer bij hoor. Hoppata. Het is wel een streamdagje geweest vandaag. 5,5 uur, nu 2,5. Zo laat een werkdag erop zitten. Ja, je maakt meer uren bij je baas. Nou, nog even, dan zit ik in de grootste groep van Twitch. Nou, daar doen we het ook voor, hè? Dat duurt nog wel even, hoor. Want ik heb nou alweer 4,7k, maar die hou ik lekker zelf. Ik had wel gedacht dat het met die volgers iets meer zou oplopen, maar dat valt me nog mee. Hoeveel punten heb jij weer gespaard, Erik? Geen idee. Ik dacht ergens bij de 6k. Zo. Straks mag 10 vrachtwagens gepimpt. Nee, die punten hou ik zelf. Kom. Oh. Ja, een beetje vet spek. Lekker opsparen. Ik heb het zo waar. Dan zitten straks op 15k. Ik zeg al, ik heb die hele stream van Richard van vanmiddag, die heb ik op laten staan. Dus dan, als je dan binnen gaat harken, dan... Dan wil het wel. Ja. Dat heb ik ook gedaan, want ik... Maar dat was gisterenmiddag, heb ik hem aangelaten. Ik had wel constant twee vaste kijkers, ja. Ik hoorde een stem, ik was in de slaapkamer bij zitten. Ik heb mijn stem nou gedaan. Loop in de computerkamer in, hoorde ik Richard kletsen. Ja. Ik had de stream gisteren aangedaan. Henk, die heeft al 16k. Ja, maar die spaart plaatjes. Nou, laat ik er maar niet over beginnen, want dan komen ze weer in beeld. Die zijn helemaal geen plaatjes gek. Heb je die vliegtuigjes al en die trucjes van Richard? Die heeft niemand, dat zijn mijn eigen emoties.
die bruine auto naar je te spinnen. Nog 119 kilometer, jongens. Er ging er ineens eentje voor mijn neus verdwenen weer. Een blauwe? Nee, een witte. Oh, ik zag iets met blauw gebeuren. Ja hoor, daar komen ze weer aan. Ja jongens, het is 10:50. We gaan zo weer de darkness in. Ja. Wat ritje... Maar we moeten nog 1.5 uur, dus we zijn voor donker binnen. Het is toch weer een leuk ritje zo. Ja, ik weet niet welke. De volgende keer gaan we weer een beetje in Scandinavië rijden. Ja, lijkt me een goed idee. Ik zal daar ook eens een garage neerplanten. Ook vertrekken vanuit Scandinavië. Ja, dat is leuk. Noorwegen of zo. Vind ik best mooi rijden hoor. Het is hier 70 jongens, dan komen we weer bij een piaatje. Het is iets minder snelwegen he, bij die Scandinavische landen, is wel leuk. Dat draait het al die snel betaald. Ik heb mijn bankpas al bij me. Ja, Bjorn, schiet eens op. Die pinpas weer vergeten. Hallo. Dat is een pinpas vergeten. Wat, nou weer, wat is dan? Ben weer uit de surfen? Nee toch? Nee hoor, ik ben er nog. Ruikt niks? Wat? Hij is aan de trailer geraakt. Wie? Mijn? Die auto. Welke auto? Ik zie geen auto. Ja, misschien kwam er weer een uit de lucht vallen, Björn. Ja. Ja hoor. Ja, ik was aan het rijden, ik had 10% schade, ik weet niet waarvan. Het regende auto's, ja. Henk, hou eens op met die plaatjes, want die streamers die zien mijn hele linker spiegel niet meer. Het hele beeld is weg. Rechtsaf, Ries. Oh, ja. Ja, ik ben er nog hoor, ik hang achter je. Wacht. Je kon nou die sticker lezen van je achter op je trailer wat erop stond. Oh, dan ben je te dichtbij. 80 kilometer. Nou, we kunnen hier weer... Zijn je dingen leeg? De mijn is 18 meter lang. Nou, dan krijg ik hem ook. Onze klant verwacht... Oh, sorry, dames en heren. Nou, kreeg ik ook die melding. Nou, ik heb nog steeds... Te laat. ...een uur openstaan en we moeten nog een uur. Nou ja, dat kan wel kloppen, want Erik kwam er als tweede in. Ja, ik ben al dik te laat. Ik heb nog 65 kilometer erop staan. Ja. Beetje gas trappen, Ries. Ik heb nog 0 minuten, dus ik ben al te laat resterend. Zie je wel? Ja. Nou, lekker dan. Rij weer vanop. Nou, wat gaat die doen? Ik denk ik zet hem vroegtijdig de server op. Ja, maar beter doe je de lading nemen, pas nemen als iedereen compleet is. Dat is eigenlijk het beste, ja. Ja. Gewoon naar het terrein rijden, dan parkeren en dan... Ja, want je kan de surfer, wij kunnen allemaal wel in de surfer. En dan ga jij... Als je er bent en dan aanmaken. Ja. Dat is het mooiste. En dan kan ook iedereen zien wat we gaan doen. Ja, en dan gaan wij weer naar die bovenregel en dan pakken we hem aan. Ik moet alleen zorgen dat ik op de locatie sta waar we altijd starten. Ja. Dat is het mooiste. De volgende keer wordt het Noorwegen. Ah ja, joh. Ik ben al blij dat we de gezaak van die anderen niet meer hebben. Nee, dit is wel fijn zo. Welke andere? Nou, die randenbielen die niet kunnen rijden. Als die gast in server 1 komt en server 2. Ja, dan moet je helemaal niet zitten. Kijk, als hier niks raars gebeurt, is er ook geen reet dan. Nee, maar dit rijdt wel leuker. Mini gaat naar links, komt weer terug naar rechts. Ik vond dat in die ProMods multiplayer ook saai hoor. Ja. Je kwam geen auto tegen. Je had 1000 kilometer en dan kwam je één auto tegen. Ja, allebei. Hier kom je natuurlijk wel verkeer tegen. Ja. Wel een voordeel, maar ik vind het nog steeds jammer dat we niet met ons eigen skin kunnen rijden. Nee, ja. Nee, dat is wel zo.
Maar ja, ik vind zoals jij dan al die poppetjes ziet. Nou. Ja. Exit right. Ja hoor, die Mini gaat ook. Nou, je zoekt het maar uit. Nee, die rijdt door. Ja, maar het was een richtingwijzer. Ja, ik zag het. Maar het dorst er toch niet ervoor te gaan. Nee, hij zat kort voor jou. Ja, ja, maar vond ons toch ietsje te groot. Nou, dat 13 kilometer en dan zijn we plaats van bestemming. Ladies and gentlemen, we arrive in a few seconds. Yes, of course. Dat was een late place. Oh. Ja, was een late... Kijk uit jongens, er komt er ineens eentje naar links. Tankwagen. Tankwagen, die gooit hem er zo op. Ja, vertaal hoor. Zal ik hem even een dreun geven? Nee, hier, daar komt hij aan hoor. Vol gas, gaat hij erin. Nee. Hier. Je weet niet wat erin zit. Oh nee, dat is waar. Lange manier. Rare aap. Ik zag ze klapt de hele buurt uit me gewoon. Ik denk dat hij niet van de rechts komt. Keep right. Als hij ook zo naar rechts komt, die tankwagen nou. Strava ontdekt. Ja, ik weet het. Dat moet remmen. Ik zou heel goed de verkeer inschatten. Ostrava. Ostrava, de Brinjes, Paranjongen, ja, toch. Waarom rijd ik nou met mijn zwaarlicht aan? Lijkt Bjorn wel. Oh. Nee, alleen als je expositioneel lading hebt. En als je uit de steed breder als je auto. Voor mij zit je tegen het hek aan, of niet? Transinet. Maar gaat hij weer te kort door de bocht? Ja hoor. Nee, het lijkt zo. Ja, ik kan het niet zien. Het lijkt zo. Hij zoekt een parkeer een losplek, die jongen. Hij heeft het keurig gedaan hoor, Bjorn. Hier, er staat een pol achter me. Dat moet hij weten. Wilde... Het is nog een monster ook. Zie je dat? Nee. Die auto, dat is een type monster. Nou, ik heb punten genoeg, dus ik hoef... Alhoewel, 90 punten, ja. Wat zit erin, een man of een vrouw? Ik moet hem op Erik's plek neerzetten. Kan het niet zien. Ik heb geblindeerde ramen. Oh, ik mag doorrijden. Sorry mensen. Wat de hel? Wat? Boete voor schade 100%? Wat heb je nou weer uitgespookt? Niks. Oh, is dat niet die schade met Ben samen geweest? Pardon. Nou, er staat hier roekeloos 100% schade. Welke plek heb jij hem te lossen, Bjorn? Of Ben dezelfde als Erik? Ja, ik sta ook op Erik te wachten. Ja. Oh, ja, oké. Okay. Rustig. Ik ben toch al te laat, zie je wel. Ik krijg weer een boete. Jeetje. Nou, lekker. Bedankt dan. Oh ja, heeft ze trailer er nog aan hangen, ja. Klopt. Wie is er nou doorheen gereden? Geweldig. Richard. Nou, dat is lekker. Wat? Die staat te wachten. En Richard heeft ook al gelost. Ah. Helemaal gek, hè? Past die op dat taluutje hier eigenlijk, die truck? Past die daartussen? Eens even kijken of dat past. Richard. Nee, zo, man. Ik heb gewoon 100% schade aan mijn trailer. Ja, hoe kan dat nou? Hoe kan dat dan? Oh, ik pas wel op dat taluutje, kijk. Richard draait hem er zo in, hoor. Even die roldeur eruit rijden. Kom maar. Even kijken of hier ergens een garage is. Jezus zeg. Nou, mooi op het taluutje. Oh. En nou laat ik mijn rem los. Skischans. Wie staat daar voor me? Bjorn, ga eens aan de kant. Ik heb een skischans. Ik laat nou mijn rem los. Kijk, of, kijk, gaat hij vanzelf naar beneden rollen, zie je net? Ah, leuk. Hoppa, dat is leuk. Hoe oud ben je nou, Richard? Ja, 15. Of 55. Geweldig.
Ik heb 33.000 en 1415 HP punten. Oh. Ja, dat bedoel ik. Nou, staan we weer. Hebben we hier een garage? Ja. Ja, maar of ik hem heb. Even kijken, de garage. Even foto, foto, foto. Hey, Boemerton staat er. Hè? Ja, die zag ik net ook al. Dus hij is er wel ingewonnen. Kijk. Nou, ik kom er ook naartoe. Mooi plaatje hoor. Ja, mooi. 32.000 voor die fucking trailer te repareren. Zo. Ik ga ook naar de garage toe. Zo, het is snel, hè, die auto van mij. Oh. Zou er ook even heen gaan daar? Wat een leuke foto. Moet ik kijken van de rotzooi daar op dat terrein. Zie je dat? Ja, daar gaan we geen foto maar van. Nee. Moet je maar eens. Ik had al foto's gemaakt toen we bij die dingen stonden. Oh. Wat die nou weer doen? Waar zijn jullie gebleven dan? Nou. Naar de garage. Hey, construction, kijk nou eens. Zie je dat? Waar? Hier, construction bouw. Oh ja. Zie je? Zit je in de kraan, Ben? Nee, zit je in de kraan. Boementon, ja, mooi. Boementon die rijdt met een Mercedes. Ja, wat is dit nou weer? Oh, in één keer is het weer donker hier. Ja, nou heb ik een botsing met Boementon. Boementon? Ja, die staat in de garage. En dat is ook niet. Dat is ook niet botsingvrij. Ja, dat was hetzelfde als dat ik net had met jou, Ben. Maar ja, hij blijft ook staan daar. Nou, meteen maar weer repareren. Oh, jullie zijn naar die garage toe. Ja, hier 3000 euro schade. Jo, bedankt, Tom. Hoi. Ga je geld kosten? Ja, je moet niet op die plek blijven. Of was jij aan het pimpen? Nou heb je zeker door die... Nou heb je... Ik kan al staan in mijn garage erin. Nou heb je door die klap zeker weer een kromstuur, Ben. Huh? Ik zeg, heb je door die klap weer een kromstuur? Nee, dat niet. Oh, dat niet. Maar... Wat is dat een rare garage, man? Dat is gewoon een dealer. Oh, bij die garage door? Nou, kom wel even kijken door. Nee, maar ik zoek een garage. Waar is de garage? Is een garage. Zit op de hoek, Ben. Op de hoek. Ja, zoom eens in. Ja, dat ben ik. Ik kan niet verder inzoomen. Nou, je ziet toch daar zo links van je een garage staan? Ja, daar staat hij toch? Nee, je staat nu bij de reparatieplaats. Kijk, dat is toch... Kut daar, man. Schade. Lantaarnpaal. Dan komen ze allemaal hier naartoe. Kijk, je hoort niet elkaar raken. Of dan heb je een bon. Of schade. Oh ja, nou zien we hem. Raar hoor. Zie je wel, die moet ik nog kopen. Alleen piratenplangetjes aan zetten. Wat ken je niet? Alleen piratenplangetjes. Geen Nederlandse vangetje. Nou, dat zou ik niet hebben. Ik weet het niet, maar ik ruik hier een brandlucht. Oh, misschien je snor in de fik gestoken. Nou, ik denk dat er een buiten zijn kachel weer aan heb. Buiten de kachel? Of een barbecue is? De buurman op de hoek, die heeft zijn houtkachel weer aan. En dat stoomt hier allemaal mijn studio binnen nu. Ja. En bedankt. Hé, hey, er komt een trein aan, jongens. Er komt een trein aan. Ja, ik weet niet. Ik weet niet waar dat spoor loopt. Oh, daar. Nou, ik zie niks. Hoor. Nee, die slagboom. Als je de lantaarnpaal links ziet. Ja? Daarachter loopt een spoor.
is de overweg dicht. Oké. Nou, oké, die garage heb ik ook. Nou, je ziet elkaar alleen niet op een garage. Nee. Nee. Maar bij die servicepunt wel. Ja. Ik zal ook even. Ja, dan moet toch even weten. Dus noods even opschrijven. Wat we wel en niet moeten aanvinken als we een server aanmaken. Ja. Het gaat toch fout. Ja, eigenlijk wel, ja. Niemand neemt het kwalijk, Richard, maar flink het nooit meer. Nee, zeker niet. Goed, jongens. Ik vond het weer een gezellig konvooitje vanavond. Ja. Wij gaan op naar de volgende. En dan gaan we volgende week zondagavond, als iedereen present kan zijn, dan gaan we even rond Noorwegen daar die kant aan in. Nou ja, of het over een keer een avond is. We zijn allemaal bij elkaar en er is niks te doen. Ja, zoiets. We gaan nog een kort ritje doen. Ja, daarom. Nee, gaan we doen. Oké, ik ga er ook uit. Hey, kijkers, bedankt. En nieuwe volgers, thanks voor de follow. Graag tot de volgende stream, Brigitte Hollander. En mede dank aan Ben, Erik, Boetom en Bjorn. En ons zien we alweer in een van de volgende streams hier in Brigitte Hollander. Jongens, welterusten voor straks. Groeten aan de vrouw. Ja, jij ook. Erik ook. Ja, dankjewel. Jo, en denk om jezelf. Ja, is zo goed. Oké, slaap lekker. Doei doei. Jo. Oké dan. Nou, dit was weer een konvooi van onze VTC Vrenteloos. En als je nou denkt, ik wil daar ook bij gaan rijden, want dat is een leuke club. Kijk dan even naar het volgende. Fijne avond verder en tot de volgende. Bye bye.